Hallo. Goedenavond allemaal. Veel mensen die elkaar kennen volgens mij, veel bekenden. Als ik zo net voordat we begonnen de sfeer in de zaal een beetje proef. Hartelijk welkom allemaal, goed dat jullie er zijn. Welkom in de Bali, welkom bij Onder Amsterdammers, maandelijkse politieke talkshow van de Bali, waarin we elke maand een wethouder vragen om te vertellen over haar ideeën, over haar missie, over haar visie. En aan haar te vragen wat zij wil bereiken in haar wethouderschap. En dat doen we met de wethouder vandaag, Touria Meliani, die nu nog heel bescheiden op de trap zit, maar zo toch echt het hoofdpodium heeft hier. We praten altijd over de portefeuilles van een wethouder. En in dit geval hebben we gekozen om er één uit te lichten. Het is nogal een portefeuille namelijk, de kunst- en cultuursector in Amsterdam. Daar gaan we het vandaag over hebben. Want dat is ook wel een moment om dat te doen, denk ik. Om twee redenen. Aan de ene kant, het eerste jaar van een college is altijd toch een beetje de grove pennenstreken van wat wil een college nou. En na een jaar komt dan het moment dat plannen zich een beetje beginnen uit te kristalliseren. En dat het idee ook is dat er effect van in de stad zichtbaar is. Dus dat is de ene reden waarom het een belangrijk moment is. De andere reden is natuurlijk, zullen veel mensen in de zaal zitten die ook weten dat het de periode is waarin binnenkort het kunstenplan of de ambities daarvoor op tafel komen. En daar gaan we het ook zeker over hebben. Want wie de wethouder een beetje gevolgd heeft, die heeft ongetwijfeld gezien dat er een paar zaken zijn die zij belangrijk vindt in haar wethouderschap en die daar ook in door zullen klinken waarschijnlijk. Aan de ene kant gaan we het vandaag hebben over de nieuwe plekken in de stad, nieuwe cultuurplekken. Waar vinden we dat er blinde vlekken zijn en wat kan daaraan gebeuren? En aan de andere kant gaan we het hebben over diversiteit in de kunst- en cultuursector. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Hoe gaan we dat doen? En daarbij zijn natuurlijk ook vragen als welke rol heb je erin als gemeente? Aan welke knoppen kan je wel en niet draaien? En wat vinden andere mensen in de kunst- en cultuursector daarvan? We hebben dan ook twee panelgesprekken georganiseerd met mensen die elke dag in poppodia, musea, culturele instellingen van binnen en van buiten bezig zijn mooie dingen te maken in de stad. En vragen hun ook naar hun visie daarop. Daarvoor interview ik de wethouder nog even één op één. En volgens mij zijn er veel mensen in de zaal ook die ook een expertise hebben. Dus daarom hebben we ook tussen elk panelgesprek ruimte voor vragen. Maar disclaimer, het is mijn taak om te zorgen dat u voor 10 uur aan de bar staat. Want het is ook vakantie. Hè? Dus hoe korter uw vraag, hoe meer vragen we kunnen behandelen. Ik kan ook zeggen, het is vakantie en u zit hier allemaal. Dus dat is ook een enorme plus aan u, denk ik. Laten we snel beginnen. Ik zal het even helemaal opnoemen, dan weet u wat ze allemaal doet. Ze is wethouder Digitale Stad, Personeel en Organisatie, Dienstverlening, Vastgoed, Archeologie, Monumenten, het stadsdeel Nieuw-West. Ik denk dat hij ook nog langskomt vanavond. Maar vanavond hier vooral als wethouder kunst en cultuur. Geef er een warm applaus. Touria Meliani. Naast mij op de rode stoel. Ja, want het was wel een beetje een grapje. Maar u zei wel toen u binnenkwam, het is vakantie. Ik hoop wel dat iedereen er is vanavond. Ja, nou weet ik uit mijn verleden. Kunst en cultuur slaapt nooit, heeft nooit vakantie. Nee. Dus ik wist dat ze zouden komen eigenlijk. En als je een programma maakt, vergeet je ook vaak wanneer de vakanties zijn. Dat weet ik uit ervaring. Ja. Goed dat u er bent. Wie mag jij zeggen? Ik ga mijn best doen. Ja. Ik weet niet of het lukt. Vorig jaar was jij misschien wel de meest verrassende naam in het college. Ja. Maar misschien niet zo verrassend voor de kunst- en cultuursector. Want de route. Ik hoorde vandaag iemand bij de Bali zeggen dat je nog zaalwacht bij de Krakeling was. Dat je daar nog gewerkt hebt. Ja, in de kassa. Bij de Bali heb je gewerkt. Ja. Directrice van de Tolhuistuin. Nu wethouder. Is dat een logische lijn uiteindelijk? Nee, dit is niks logisch. Nee, er is niks logisch aan mijn leven. Maar dat vind ik ook. Dat is ook niet wie ik ben. Ik ben niet van altijd logica. Want mijn ouders kwamen ook hier naartoe. Niet wetende waar ze terechtkwamen. En dan leer je eigenlijk om te gaan met allerlei bewegingen waarvan je niet wist waar je zou komen. Dus het is heel natuurlijk voor mij om ook te zeggen, ik weet eigenlijk niet wat kan gebeuren over 4 jaar. Misschien ga ik wel weer iets doen wat ik in het verleden heb gedaan of iets. Ja. Dat weet ik niet. Dus ik stippel niet iets uit. Nee. Maar nu zit je hier wel als wethouder. En ik neem aan dat je daarover hebt nagedacht vooraf. Van, hè, als ik dat dan doe, wat kan ik dan veranderen? Wat wil ik dan in gang zetten?
als we het hebben over de kunst- en cultuursector, wat is dan, ja, in het kort misschien, want we hebben 2 uur, maar wat is dan de missie van Touria Meliani? Kunst en cultuur wordt wat mij betreft nog steeds gezien als een soort van... wat mij betreft moet dat een belangrijke rol gaan spelen, of nog grotere rol gaan spelen in de stad. Ik hou van het grote, van het hele verhaal te vertellen. We zien dat die stad dat er steeds minder ruimte is voor kunst en cultuur. Dus die stad groeit. Vastgoed wordt te duur, waardoor heel veel plekken, zoals ateliers voor kunstenaars, steeds moeilijker worden om in het centrum. Je moet steeds verder buiten de stad. Dus dat is een van de onderwerpen. Ik heb natuurlijk ook het portefeuille vastgoed in handen. Dus hoe kunnen we nou zorgen dat er veel meer plekken voor kunstenaars ook in het centrum en daarbuiten? En vooral ook van, ja, wat doe je eigenlijk met die tijdelijkheid? Moeten we niet meer naar permanente tijdelijkheid? Dat je dus altijd vaste plekken hebt waar je gewoon wel... continu vers bloed een plek kan geven, maar dat we wel plekken gaan aanwijzen, mm-hmm, die, waarbij we de kunst en cultuur echt een plek kunnen geven en jong talent en een plek kunnen doorgroeien naar de podia. Want en ook gewoon hun werk kunnen maken. Want als je nu kijkt naar de kunst en cultuursector, zijn die plekken niet voldoende? Je ziet dat het gewoon steeds duurder wordt om een woning te vinden, laat staan een woon-werkplek. Waar je gewoon je werk kan. Dus je studeert af en dan vervolgens heb je geen plek om ergens te huren. Niet in het centrum. Bijvoorbeeld als je midden in de stad iets wil vinden, dan ga je dat niet kunnen betalen van het kleine salaris wat je hebt. Dus het is wel belangrijk om als college, en dus ook voor mij als wethouder, om te kijken van waar kunnen we nu plekken aanwijzen. Of plekken gewoon in ieder geval wat permanenter aanwijzen. De vraag is of dat mogelijk is. Maar dat je wel mogelijkheden biedt om in de stad betaalbare ruimte te vinden. Dat is een van de onderwerpen die denk ik essentieel zijn. Dat is het, zeg maar, dus we kijken naar de hele stad en hoe zich dat beweegt en welke rol kunst en cultuur kan krijgen op het gebied van plekken. Want het aanbod wat er nu is, groeit niet genoeg mee, zeg maar, in de plekken die individuele kunstenaars hebben in de stad en de huizen die er zijn duurder. Met de groei van de stad. Precies. En wij hebben nu een strategisch huisvestingsplan kunst en cultuur in het leven geroepen. Dat was gelijk aan het begin van mijn periode, waarbij we zeggen bij elke groei van de stad, dus elke vierkante meter die je bouwt als huizen bouwt of plekken bouwt, hou je ook vierkante meters kunst en cultuur vrij. Ook al weet je niet wat je daar gaat bouwen, maar die laat je dus aan de stad. Ja. Ja, het is een norm, het is een vierkante meter. Ja. Dus die hebben we nu in ieder geval, dat is beleid. Dat betekent niet dat we nu alles al hebben ingevuld. Maar dat we het niet allemaal gaan dichtbouwen voor dichten zonder na te denken over publieke plekken, over kunstplekken. Hoe verhoudt zich dat tot het belangrijke moment waar we nu voor staan? Hè? Want de Kunstraad heeft zijn advies voor de stad af. De Raad voor Cultuur heeft bijna 2 weken geleden landelijk een advies geschreven voor het cultuurstelsel. Ja, oh, pardon. Nu met u aanzet, of jij aanzet, met het kunstenplan. Wanneer kunnen we daar iets van zien? Nou, binnenkort komen de hoofdlijnen. Dat is wel in gesprek natuurlijk met de sector. Mm-hmm. Op grote lijnen wat we gaan doen. En dat zijn een aantal onderwerpen. Nou, wat ik net al noemde, maar op het gebied van diversiteit. Dat is al een woord waarvan ik dan denk, of misschien moet het toch meer inclusiviteit heten. Dat is het tweede agendapunt wat mij betreft waar we... echt wat ze moeten gaan doen en beweging moeten gaan krijgen. Dus dat gaat echt richting juni, als ik het goed... Ik kijk mijn ambtenaren of ze ergens zijn. Volgens mij is dat... Maar je hoopt voor de zomer nog dat... Zeker, ja. En betekent dat ook in het coalitieakkoord stond extra middelen voor het kunstenplan? Voor de ambities te realiseren? Ja, dat is de 5 miljoen coalitiemiddelen die we toen al vrijgemaakt. Ja. Ja. En als we dan even teruggaan naar waar u mee begon, hoe verhoudt zich dat tot... Aan de ene kant, daar gaan we zo ook wat langer over praten, nieuwe plekken, nieuwe huizen, nieuwe plekken creëren. En misschien ook bestaande plekken Ten eerste, die stad is afgelopen jaren in een aantal gebieden gewoon, is er een achterstand heeft er plaatsgevonden. Dus in Noord, in Nieuw-West en Zuidoost zie je dat de grootste groep mensen wonen juist in die andere gebieden. En in het centrum is 90% van de instellingen en culturele plekken zit in het midden van het centrum. Mm-hmm. Terwijl de mensen wonen voor een groot deel buiten dat deel. Ja. En dan is de vraag van, waarom hebben we nou eigenlijk in de afgelopen jaren zo weinig juist in die gebieden gedaan? Het is van belang om ook in de wijken aan culturele voorzieningen te realiseren. Ja.
Daar gaan we zo nog veel verder over praten. Maar eerst misschien, er is een woord, u heeft net al gezegd, u zei diversiteit, u zei inclusiviteit. Dat woord gaan we de hele avond, komt dat terug. Dus misschien toch even belangrijk om neer te zetten wat u bedoelt als u het heeft over diversiteit of inclusiviteit. Nou, ik denk dat diversiteit zoals die nu gebruikt wordt, is. Ik gebruik het woord inclusiviteit omdat het gaat over echt een integraal denken. Terwijl inclusiviteit, diversiteit wordt vaak gebruikt als een cosmetische versie wat je gewoon even afstreept. Ja. Dus ik heb 3 mensen van kleur aangenomen, check. Terwijl het gaat niet over die 3 mensen van kleur aan te nemen. Het gaat om dat je ze een plek aan tafel biedt, waarbij ze ook zeggenschap hebben. Dus het is, ik weet niet wie dat ooit heeft gezegd, ik las dat ergens. Maar dus je kan iemand met een diverse kleur uitnodigen op je feestje. Hmm. Maar daar gaat het niet. Degene, dat is de DJ. Ja. Dat is degene die de plaatjes draait. Dat is niet zozeer degene die je alleen maar even uitnodigt. Is kleur dus, daarbij het belangrijkste kenmerk waarvan u zegt, daar moeten we mee aan de slag? Nou ja, kleur, als je jezelf als referentie neemt en je referentie is wit en je denkt dat dat het beeld is van de stad, ja, dan zul je veel sneller mensen uitnodigen met een witte achtergrond. Het is mooi als wij met z'n allen een beetje meer gaan bewegen in die stad. Dus dat je niet in je kleine periferie beweegt. Ja. Dus en wat inclusiviteit betekent, is dat je ook moet durven je positie op te geven. En ook plaats te maken voor nieuwe verhalen. Plaats te maken voor de nieuwe generatie. In je raad van toezicht, in je programma, in je publiciteit. Dus het gaat eigenlijk door de hele sector heen. Niet alleen van, ik heb nu 1 iemand van kleur in mijn raad van toezicht en ik ben klaar. Nee, want 1 is geen. Dat betekent dat degene die dan in die raad van toezicht zit, die moet dan in zijn eentje het hele diversiteitsprobleem agenderen. Daar raak je van uitgeput. Het gaat om de optelsom van dit. Het gaat om een gedragen verhaal. En samen kun je dat verhaal doen, maar dat ga je niet met je eentje doen. Ik wil dan toch 1 ding. Vanmiddag op Twitter, toen kondigde de Bali dit programma aan en dan krijg je daaronder een reactie. Wat een diversiteitsgezeik weer. Ja, dat is het, mensen gaan zeiken daarover. Dat noem ik dan degene die dat gezeikt heeft. Maar ik zeg het u omdat ik benieuwd ben. Hoe kijkt u als wethouder naar de tegenreactie die ook... Het zal niet de eerste keer zijn dat u zoiets hoort. Nee, maar dat snap ik. Mensen zijn moe omdat ze nog niet helemaal weten wat het is. Op het moment dat je echt zelf vanuit in die situatie zit... Weet wat, dan je moet eens afvragen aan de andere kant hoe die groep moe is. Ja. Al begrijp ik het wel, hè? Ik kan me ook invoelen dat als je in een bepaalde wijk zit in Noord en je hebt ook het idee dat er een hele grote groep mensen zitten in Noord. Volgens mij is Massi Houtak, die is vertegenwoordigd, die hier straks ook is, een heel ander deel van Noord ook. Maar het is niet alleen als je ziet dat je wijk zo verandert en je herkent het niet. Dan denk je van, ja, wordt er ook nog iets van mij gedaan? Er worden nu alleen voor nieuwe mensen wordt iets gedaan? Dus ik snap wel dat sentiment ergens. En de vraag is ook voor ons ook als gemeente, als college, om ook na te denken van, hoe kunnen we nou zorgen dat een hele grote groep meekomt? Ja. En dat betekent dus dat inclusiviteit verhaal gaat ook over je kunnen verhouden tot meerdere stemmen en verhalen. Maar dat betekent wel dat we een aantal dingen moeten gaan corrigeren en verschuivingen moeten plaatsvinden. Dus een diverse stem aan tafel moeten krijgen. Mm-hmm. En dat betekent ook, dus het gaat niet altijd over kleur, hè? Welke middelen heeft u daarvoor? Want u zegt, wij hebben daar toch ook iets in te corrigeren. Ja. Waar denkt u dan aan? Nou, de enige middelen is natuurlijk die wij hebben is... wij subsidiëren, kunstinstellingen... Maar dat betekent dat wij op basis van de toekomst, naar hoe wij kijken als college naar de toekomst van de stad, is dat het eerlijker moet wat mij betreft, rechtvaardiger moet. Dat een hele grote groep mee moet kunnen komen. En dat betekent ook dat je moet gaan nadenken van hoe gaan we dat dan organiseren in je subsidiesystematiek. Je kan mensen kansen geven, maar kansen is maar 1 verhaal. Het gaat om die plek aan tafel. Hoe krijgen we nou te zorgen dat mensen ook echt positie krijgen, subsidie krijgen? Hoe kunnen we zorgen dat bijvoorbeeld in een aantal buurten en wijken veel meer aan kunst en cultuur kunnen realiseren? Dat betekent dat we andere verhalen dan we nu doen kunnen gaan faciliteren. Ja. Dus mogelijk maken van nieuwe plekken, maar ook binnen de bestaande instellingen ook echt de vraag gaan stellen. Hè, van, we kunnen jullie iedere keer vragen van voldoe je aan de code governance? Cultural governance. Cultural governance. En dan kan je zeggen, ja, dat heb ik geprobeerd. Niet gelukt.
Oké, probeer het dan volgende keer weer. Dat is natuurlijk heel makkelijk. U wilt daar harder op toetsen. Harder is wat anders niet. Wij geven geld en wij vragen daar natuurlijk ook iets tegenover. Nou, dat lijkt me een mooi bruggetje voor zometeen de twee gesprekken. We hebben het over de nieuwe plekken. En er is nog één ding wat volgens mij ook speelt, waar we het heel even over moeten hebben qua actualiteit. Ja. Er is nogal wat. Vorige week keek ik naar een commissievergadering rondom de concessie aan de publieke omroep Amsterdam. Daar is nu een discussie over. Is nu in handen van AT5 en van de publieke omroep Amsterdam, inclusief AT5. Mm-hmm. Maar er is een nieuwkomer, C Amsterdam, die een betere beoordeling kreeg van de adviescommissie. En u heeft twee procesbegeleiders aangesteld, omdat u zei: ik wil dat ze samen gaan kijken. Of ze daarin kunnen optrekken en eruit kunnen komen. Ja. Waar staan we nu in dat proces? Nou, precies daar. De procesbegeleiders die zorgen, die gaan kijken hoe beide partijen tot één plan kunnen komen. Daar is tot 1 juni de tijd voor. Dat is ongeveer iets meer dan een maand. En omdat wij geloven dat ze beide gezamenlijk tot iets moois kunnen komen. Dus dat is waar we nu in zitten. En ik krijg uiteindelijk op basis van die gesprekken en dat hele proces, krijgen we vervolgens een verslaggeving. En dan gaan wij. Ik zat dat te kijken en er spraken ook mensen in van AT5 en CM. Ze hebben de gemoederen liepen hoog op. Ja, maar dat is logisch. Want het is natuurlijk zo, wij hebben nog niet eerder meegemaakt dat er 2 aanvragen zijn. Want je ziet dat POA, de publieke groep Amsterdam, waar AT5 onder valt, al 25 jaar dit doet en er komt nu een nieuwe partij bij die ook een goed plan heeft. En je moet daar mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat het proces goed gaat. Ja. En wij hebben gezien, wij hebben bijvoorbeeld de adviescommissie ingesteld. We hebben besloten om tot een bepaalde hoogte het advies over te nemen. Gezegd, nou tot hier. Wij gaan eerst kijken of die twee partijen samen kunnen werken. En tot een plan kunnen komen. En dan gaan we kijken wat we dan vervolgens, wat eruit gaat komen. Dan maken we vervolgens weer een. Geven we daar opvolging aan? Dat weten we nu nog niet. Het is heel spannend. Heeft u er vertrouwen in? Wat gaat u doen als ze er niet uitkomen? Ja, dat weet je dus niet. Ik ga op basis van alle stukken die we krijgen van de procesbegeleiders een vervolg besluit nemen. Ja. Goed, we gaan zo beginnen met 2 gesprekken. Wij vragen altijd de wethouders voor dit programma. Hè. Wij nodigen de gasten uit, maar elke maand zeggen we tegen de wethouder: neem iemand mee waarvan u zegt, jij zegt, die staat voor wat ik belangrijk vind in mijn wethouderschap. Ja. U zei, mogen er ook 2 zijn? Nou, oké, prima. Leek ons goed. En je hebt er 2 meegenomen waarvan je vindt dat die, ik denk voor velen in de zaal geen onbekende zijn, of anders na vanavond niet meer. Mm-hmm. En u kwam uit bij Massi Houtak en Eyup Gargash. We hadden geoefend vooraf, was het goed? Nee, Eyup. Gargash. Ja, Eyup. Eyup, zei ik. Ja, oké, hij zei het. Maar waarom wilde je deze mensen het podium geven? Nou, ik heb Eyup gezien in een programma van meneer Samuel, die de hervormingsfundamentalist, die schreef prachtige stukken in De Groene. En vervolgens was er een programma op basis van al die serie gesprekken georganiseerd. En Eyup die trad daarop. En ik was flabbergasted, dus ik stond zo stil. Waarom? Het is een singer-songwriter, een gitaar en een Nederlandstalig liedje, maar ik hoorde zijn stem. En daar klonk iets in terug, wat me herinnerde aan Marokkaanse klanken, maar ook weer niet. En toen dacht ik, hè, maar ik hoor toch Nederlandstalige muziek? Singer-songwriter, kan gewoon op Loyalend staan, maar ik hoor iets anders. En als ik dus gelaagdheid zie in kunst, waarbij iets in mij raakt en mijn achtergrond waarschijnlijk raakt en meerdere lagen, dat vind ik zo mooi in kunst, dat je eigenlijk tot nieuwe dingen kan komen. Ja. En dat is wat ik bij Eyup hoorde. Ik vond het prachtig, dus ik weet niet hoe jullie ze naar kijken. We horen Eyup straks en Massi Houtak moet. Massi, die ken ik. Ja, Massi. Volgens mij. Massi is Massi. Ja, hij schrijft prachtige columns. En Massi ken ik denk ik toen je 15 was of zo. Toen trad hij op, want Chris Keulemans, voormalig directeur van de Tolhuisstein, die ik opvolgde, die had hem ergens ontmoet in Noord. En met zijn kleine, volgens mij Kids in Roms, als manager van een hip-hop collectief. Mm-hmm. Dat hip-hop is zijn ding. En vervolgens hebben we hem volgens mij in een voorprogramma geboekt van Typhoon in 2007. En nu is hij een van de fijnere columnist van Amsterdam. Dus ik heb zoiets van. Te lezen in het Parool elke week. Ja. Ja. Laten we naar hem gaan luisteren als opmaat voor het eerste panel. Geef hem een warm applaus. Massi Houtak. Ja. Applaus.
Goedenavond, dames en heren. Goedenavond, dames en heren. Anders ga ik niet beginnen. Mijn naam is Massi Houtak, dankjewel voor de lieve woorden. Touria, en dankjewel dat je me hebt gevraagd om hier te komen. Ik kom uit Amsterdam-Noord. Zijn er mensen uit Noord in de zaal? Ik. Als ik zeg Noord, zeggen jullie? Ja, toch. Zijn er mensen die kunst maken in Noord? Cool. Cool. Ja. Er gebeurt van alles in Noord, vooral ook op het gebied van kunst en cultuur. En toen ik was gevraagd om hier iets te komen voordragen, dacht ik... ja, daar heb ik wel een paar ervaringen mee en dat is misschien goed om te delen. Dus bij deze. Ik neem jullie mee naar zomer 2016. Dat ik die zomer specifiek... Ik krijg überhaupt in mijn leven veel opvallende mails. Maar die zomer specifiek kreeg ik er ineens heel veel. En... het waren allemaal jonge kunstenaars met bijna identieke mails. Andere namen, andere aanhef, andere afscheid. Maar allemaal bezig met een kunstproject in Noord. Waarbij ze kritisch, heel erg kritisch, gingen reflecteren op ontwikkelingen in verschillende buurten in Noord. En ook mijn buurt. En ik dacht, ja, goed plan. Tof. Maar het enige dat was niet het enige wat ze met elkaar gemeen hadden. Dat ze... kritische kunst over Noord gingen maken, of tenminste over de ontwikkeling in Noord. Wat ze nog meer met elkaar gemeen hadden, was dat geen van ze zelf uit Noord kwam. En daarom kreeg ik die mails. Want dat schreven ze ook in hun mails, hè? Want wij weten niet zoveel, dus wil je met ons praten? Wat op zich verstandig is. En ik werd ook door iedereen hartelijk aanbevolen, of iedereen zei in de mails dat ik werd aanbevolen door die en die stichting, omdat ik wel eens zus en zo had gedaan bij dat en dat evenement. En dus moesten we maar eens koffie drinken met elkaar. Allereerst, ik drink geen koffie. Over inclusiviteit gesproken. Kunnen we stoppen met dat standaard in mails zetten als super vanzelfsprekend. Laten we weer een keer koffie doen. En mijn vrienden hadden mij al gewaarschuwd, dat is de grap van 2016. Mijn vrienden hadden mij al gewaarschuwd. Ze zeiden allemaal van, er lopen nieuwe soorten in de wijk. Ze maken foto's, schrijven dingen op, spreken zomaar mensen aan in de buurt die een beetje lopen te zijn. En we lachten erom. Daarna maakten we er een wedstrijdje van. Wie kon stiekem foto's maken van deze dierentuinbezoekers en het delen in onze groepsapp? We lachten weer. Ik deed mee, maakte een paar foto's. Het ging de hele dag door en ik kreeg er steeds meer een gek gevoel bij. Eerder die week hadden we namelijk in de groepsapp ook een foto gedeeld met elkaar. Een zwart-witte foto van begin 1900 waarop te zien is hoe witte mensen lopen in een dierentuin waarin mensen van kleur zogenaamd in hun natuurlijke omgeving verkeren. Ik vroeg nog van, is dit niet fake news? Is dit niet gefotoshopt? Nee, dit is bloedserieus, zei een vriend van me die zich daar helemaal in had verdiept. En nu, in de wijk, voelde ik mij eigenlijk precies zo'n jongen als op die foto. Na de zoveelste jonge, hippe kunstenaar die mijn wijk even kritisch, heel erg kritisch, kwam beschouwen. Althans, de kant van mijn wijk die subsidiegeniek is. Het grappige is dat op de foto uit 1900 rijke witte mensen te zien zijn. En deze mensen nu in mijn wijk zijn ook wit, maar arm en kunstenaar. Heb ik niks mee. Net als met de straatcoaches op hun fiets en rode shirtjes. Wat mij betreft laagste rang. Lager dan de politie, lager dan aan de handhaving. Grappenmakers, zeiden we in de groepsapp. Vandaag roken ze een jointje met je, morgen naaien ze waar je bij staat. Omdat we zogenaamd oma's overvallen. Ze verzinnen altijd wat. Of we dealen drugs, of we zijn lastig. Omdat we simpelweg zijn. We zijn. Ik ben. Meer niet. Geen overvallen, geen drugs en al helemaal geen overlast. Ja, wij staan gewoon in die wijk waar iedereen je even komt aanspreken met een bloknootje. En wat vind jij dat er beter moet aan de wijk? Wij bestaan gewoon. Ik besta. Maar toen, die zomer 2016, vooral bij de gratie van de interesse van die jonge, hippe kunstenaars. Of... dat vroeg ik me af. Is het interesse of is het nieuwsgierigheid?
Want ze staan hier nu wel. Maar waar was je eerst? Om een hele toffe hedendaagse filosoof uit Amsterdam-Zuidoost te quoten. Nooit sta je hier. Maar nu wel. En straks, daar ben je weg. Nieuw project, nieuwe wijken, nieuwe aapjes om te kijken. Dus wat wil je precies hebben, vroeg ik die mensen die ik terugmailde. De waarheid? Kom dan zonder pennen, papier en camera moeilijke woorden over moeilijke mensen, want wij zijn niet moeilijk. Ben je echt, dan zit het goed. Ben je niet echt, dan kun je liever niet in mijn buurt komen. Of kom met al je mensen in één keer en vertel één keer het hele verhaal. Want het antwoord op wat vind je nou van wat er gebeurt in jouw buurt, Massie, is niet even te noteren op een bloknootje of vast te stellen in een theatervoorstelling. En zelfs niet in mijn wekelijkse columns in het Parool. Want dat gaat gewoon niet lukken op die manier. Dus kom, zonder bloknoot, zonder camera, zonder subsidieformulieren. Het enige wat je nodig hebt is ballen. Genderneutrale ballen. Niet met angst. Maar kom. Kom naar Noord. Wees welkom. Dank jullie wel. Mooi. Graag vraag ik naar voren voor ons eerste gesprek over nieuwe plekken en ruimte in de stad Farnoosh Farnia. Geef een warm applaus. Waar mag ik zitten? Ja, zij werkt sinds 2001 bij verschillende instellingen. Goedenavond. Klassiek. Waar op multidisciplinaire wijze verhalen verteld worden aan kinderen en jongeren. Ze is zakelijk en dagelijks leider van jongeren theatergezelschap De Gasten. Niet meer. Niet meer zakelijk? Nog wel dagelijks? Nee. Je werkt er nog wel? Nee. Wat jammer. Al anderhalf maand niet meer. Oké, dan moet Google nog even aangepast. Ze is programmeur op Oerol en een van de oprichters van de Mesrap Storytelling School. Die storytellers professioneel opleidt. En zelf doe je dat ook heel vaak. Hier nog laatst met een avond over Farouk Farrokhzad. Fijn dat je er bent. We hebben het al een beetje, ik denk dat Massie net heel mooi heeft laten zien, de soort subsidiesafaris naar nieuwe plekken in de stad. En in het eerste gesprek met Touri en Meliani hadden we het over dat er tegelijkertijd wel blinde vlekken in de stad zijn, waarvan we willen dat daar meer is, dat er meer kunst en cultuur naartoe komt. Volgens mij heb jij daar wel een idee voor. Of in ieder geval een wens voor hoe dat eruit zou kunnen zien. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Op 1 maart mocht ik Touria een brief voorlezen. Lieve Touria. En dat was eigenlijk, dan mocht je een wens uitspreken voor hoe je Amsterdam ziet voor de komende 10 jaar. En ik heb daar met mijn inmiddels oud-collega's van De Gasten zijn we daar heel veel jaren mee bezig geweest. Over als je in Amsterdam werkt, wat wij als toen De Gasten, maar ook ik in mijn ander werkveld, wat ik daar echt in miste. En dat is eigenlijk nog steeds een plek om kunst te maken, wat vroeger ook productiehuizen werden genoemd. Maar een plek waar je kunst kan maken ook vanuit de ander. Als je het hebt over inclusiviteit, wat een beetje ingewikkelde term is, iedereen verstaat er wat anders over. Mm. Wat mij betreft gaat dat heel erg over maken vanuit andere mensen. En vanuit mensen die ook niet als jij denken of zoals jij wonen of spreken. En ook vanuit hun kunst maken. En mijn idee, of ons idee was eigenlijk om een plek te creëren, een cultuurhuis, waar je dus waar je mensen de kans krijgt om samen te werken, die ook vanuit hele verschillende plekken uit de stad komen. En van daaruit te beginnen met elkaar te ontmoeten. Te kijken wat voor ideeën je hebt, waar je het wel en niet mee eens bent. Elkaar daar misschien in te vinden, misschien niet. Maar van daaruit te beginnen met kunst te maken. Zijn die plekken er niet in de stad nu? Nee, niet een huis. Er zijn natuurlijk wel gezelschappen die daarmee werken. Er zijn kunstenaars die met dat gedachtegoed bezig zijn. Maar er is niet één plek, een fysieke plek waar je ook de ruimte krijgt om echt iets te maken. Ja, ondertussen wordt de microfoon hier. Hij is hier. Doet hij weer? Ja. Hoe luister jij daarna, Touria? Want de gemeente, als je kijkt naar de spreiding van de stad, hè, er zijn 4 cultuurhuizen aangemerkt. Je hebt Belmer Park Theater Zuidoost, je hebt Podium Mozaïek in West, Tolhuistuin Noord, Meervaart, Nieuw-West. Waar zou de volgende moeten komen als de wens van Farnoosh
gestalte krijgt. Is dat een goed idee? De vraag is of zij hetzelfde bedoelt als de cultuurhuizen die er zijn. Dus deze vorm is er volgens jou ook nog niet? Ik denk dat zij wat anders bedoelt. Ja, ik bedoel hem heel anders. Maar dat betekent dan dat die er nu nog niet is? Ja, zij, en wat zij ook zegt, volgens mij wat ik echt ook begreep, is dat het moet gaan bewegen. Dus je maakt niet een plan voor 4 jaar en dan moet je eraan voldoen om die groep te bereiken. Zij wil het eigenlijk veel dynamischer. Dus wat ontstaat er nu in de stad en hoe kan ik daarop acteren? Dus over 1,5 jaar kan er iets staan als je wil. En dat kun je weer afbreken en dan kun je vervolgens dat opnieuw beginnen. Je gaat veel meer mee met die veranderen, dynamische tijd volgens mij waar we nu in zitten. Nou, ik denk dat ik heel goed begrijp en ik ben ook aan het nadenken wat jij bedoelt, wat het is. Het is volgens mij niet alleen een productiehuis. Het gaat om de beweging van de stad zoals we nu zien in Amsterdam. En dat we eigenlijk daar niet op kunnen in de subsidiesystematiek zoals we nu moeten verantwoorden. Kunnen we daar eigenlijk niet in werken. En zij wil produceren. Ik bedoel dat heel veel instellingen op dit moment, je hebt of productiehuis of je hebt podia, presentatieplekken. Maar mensen vragen voor 4 jaar geld aan het begin van de periode en aan het einde van de periode moet het verantwoorden. En ieder jaar heb je wel een monitoringsgesprek en dan heb je een aantal mensen die je bereikt moet hebben en dan moet je dat afstrepen. Maar laten we zeggen dat je over 2 jaar gebeurt er iets in de stad waar je niet op hebt aangevraagd. Dan ga je een keer andere doelgroepen benaderen. Je wil bijvoorbeeld niet die leeftijd, want anderen hebben meer behoefte. Dan kun je dat dus eigenlijk dat niet doen. Want je moet je vervolgens verantwoorden voor dat wat je hebt afgesproken. En wat zij zegt, ik wil kunnen inspelen op en ik wil eigenlijk op een organischere, natuurlijke manier mijn werk kunnen maken. Ja. En dat deelt u? Nou, ik begrijp wat ze bedoelt. Nee, maar precies. Want tegelijkertijd is juist dat wel iets aanvragen en daar vervolgens naartoe werken ook een manier natuurlijk voor de gemeente om doelen te kunnen stellen. Precies, maar dat is wat anders. Ik denk alleen, dus je kan nog steeds subsidie geven, maar de vraag is, en dat is iets wat we dus in gesprekken, vervolggesprekken ook echt over moeten hebben, hoe je dat dan vervolgens vorm kan geven. Want wat is dan de huivering? Want u zegt, ik begrijp wat je bedoelt. Nou ja, je kan nooit iets toezeggen, toch? Dat weet je. Dat niet snap nu, ik. Want ik ga niet, maar ik. Ik begrijp het omdat ik zelf in de sector kom, dus ik weet wat ze bedoelt. Ik kan er wel 2 concrete voorbeelden uitgeven om het duidelijker te maken. Gewoon vanuit mijn eigen werkpraktijk. Ik heb jarenlang met de gasten gewerkt en daar moesten we een kunstplan schrijven. En dan werk je met jongeren en we werken vanuit hun verhalen. Of wie je voor je hebt, daar ga je het meemaken. Maar je moet een plan schrijven voor 2017, 18, 19, 20. Mm-hmm. Je weet nog niet eens wie je voor je hebt. Dus die gesprekken met de gemeente zijn heel interessant. Hoe kan ik nou weten als maker en als gezelschap wat ik volgend jaar maak als ik niet weet wie ik voor me heb en wat er op dat moment belangrijk is? Dat is iets wat we met subsidiënten, gemeenten ook hebben gevoerd. Aan de andere kant, mijn andere werkpraktijk is MESRAP. Dat is een huis voor verhalenvertellers in Amsterdam. Daar hebben we heel specifiek voor gekozen, 15 jaar geleden al. Laten we niet aan subsidies doen. Dan doen we het maar gewoon, whatever. Vinden we een andere baan, doen we dit ernaast. Omdat we dan gewoon zelfs die week nog kunnen kijken, dit moeten we vertellen. Mm-hmm. En ik denk dat er een soort tussenweg zit. Ja. Maar dat raakt natuurlijk wel aan iets wat op enorme gespannen voet staat momenteel met kunst in de stad. Dat er dus mensen zijn die zeggen, dan ga ik maar een baan nemen en daarnaast dit doen zonder dat daar misschien financiering voor is, omdat ik het belangrijk vind. Dat raakt aan de freelancende kunstenaar, de ZZP'er, die het blijkbaar niet voor elkaar krijgt binnen de huidige. Een slashy wordt dat door de. Ja. Hebben we dan nu of een ander onderwerp, goed werkgeverschap? Nou, het haakt denk ik op elkaar aan. Want een manier, denk ik, om dit wel vorm te geven, zou zo'n nieuw huis zijn waar die ruimte is. Ja. Nou, ik denk dat we hier nog over door moeten praten, wat zij bedoelt. Maar ik wil eerst even heel kort dan dit. Ja, dit is één verhaal. Waar ik even op in wil gaan is, ik denk soms dat het gaat dat de cultuursector de afgelopen jaren de hele tijd bezig was met afstrepen, aantallen, volle zalen. En dat is ook belangrijk. Op het moment dat je een volle zaal hebt, weet je ook, er is publiek voor. En de vraag is of dat voor iedereen geldt. En waar jij het over hebt, gaat over maken. En daar heb ik natuurlijk meerdere verhalen van in de stad gehoord. We willen dingen kunnen laten ontstaan. We hebben de afgelopen jaren bepaalde publiekgroepen die komen gewoon en andere komen niet. Mm-hmm.
En dat komt omdat de referentiekader of de herkenning van bepaalde groepen niet terug te zien is op de podia. Dat betekent dus dat je een soort van... je kan zeggen, oké, dan ga ik nu iets maken voor die groepen. Maar je hebt ook een hele generatie die nog, met wie je nog aan het zoeken bent naar eigen repertoire. Ja. Een eigen kanon die je aan het bouwen bent. Daar hebben we de afgelopen jaren te weinig in geïnvesteerd. Namelijk, hoe kunnen we nou een nieuwe geschiedenis maken samen? Nieuwe verhalen een podium krijgen? Dat betekent dus dat we eigenlijk in een beginfase zitten van deze groep. Die zich niet herkent bijvoorbeeld in het oude repertoire. Maar welke stappen kunt u dan nu zetten als wethouder? Want tot zover de analyse. Ja, nee, op basis daarvan ga ik nadenken. Hoe kunnen we nou zorgen dat juist die producties... waar jij het over hebt, of die verhalen, hoe kunnen we je dan beter een podium geven? Dat betekent dat je soms tijd nodig hebt voordat je een volle zaal hebt. En misschien kun je die heel snel realiseren, maar dat betekent dat er gewoon tijd nodig is om te maken. Dus in de manier waarop we onze geld of onze subsidie, is dat je de voorwaarden zou kunnen, daarna kan eigenlijk over hoe je die voorwaarden kan aanpassen, dat je niet hebt over dat je de hele tijd duizenden zalen vol hebt met mensen, maar dat je vooral gaat nadenken over, slaan deze verhalen aan, hoeveel tijd heb je nodig om die productie te maken, welke groepen zijn er nog meer, wie we nu nog niet bereikt hebben. Dat betekent dat we heel veel tijd in onderzoek moeten ook hebben. Ja, volgens mij gebeurt er al veel. Volgens mij zijn er ontzettend veel professionals die hier heel veel expertise in hebben. Maar toch wil jij een plek. Dus dan, ik denk dat het gaat over... het is niet gek dat we hier nu zitten, vind ik. April 2019. Volgens mij is dit een heel goed moment, ook met degene die nu zeg maar in de politiek zitten. En ook als ik advies van de kunstraad lees. Het gaat heel erg over... We hebben zo ontzettend diverse stad met mensen die er wonen. En welke verhalen worden er nu verteld? Welke kunstvormen zijn we aan het ontwikkelen? En wij als Amsterdammers die zo vooruitstrevend zijn in de kunsten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we weer... Dat we vooruitstrevend blijven. En dat voel ik heel erg in die advies van de kunstraad en het gesprek met jou. Dus volgens mij gaat het erover dat er al heel veel expertise is. En wat ik voel, wat ik hoop te voelen in ieder geval, met Turia ook als wethouder, is dat er ook een statement gemaakt kan worden als dit de stad is waar wij in leven en dit is de visie die wij binnen de gemeenteraad ook hebben. Dan moeten we daar ook een centrale plek in Amsterdam, moeten we daar ook ruimte voor geven. Dus niet weer, leuk, je kan weer in een soort buurtcentrum, daar kan je weer je ding doen met inclusiviteit of hoe dat ook heet. Maar het gaat er ook om dat je daar een statement in maakt. Ja. Dit is belangrijk, dit is belangrijk. Toeristen kunnen dit ook zien, Amsterdammers kunnen dit zien. Het is een plek wat naast een Stadsschouwburg kan staan, wat naast een concertgebouw kan staan. Ik weet dat ik groot droom, hè, maar volgens mij is dat wel... Waar zou zo'n plek moeten staan? Wat zijn de plekken in de stad? De kunstsector bepaalt. Het is niet zo dat ik degene ben die bepaalt. Nee, u kunt wel een norm stellen. Ik heb wel net gezegd, er zijn een aantal wijken waarvan ik denk... Oké, dus Nieuw-West, Noord, Zuidoost. Ik denk dat daar veel meer kan dan we nu doen. Ja. Maar ik vind ook dat de bestaande instellingen, dat we daar ook veel meer uit kunnen halen. Ze werken keihard. Dus ik heb respect voor de cultuursector, want ik heb aan de andere kant gewerkt. Maar ik weet wel dat die stad... de bezoekers, zeg maar. Je moet ook, ik zou wat meer bezoekers het centrum willen krijgen. Dus mensen die ook in die wijken wonen, maar andersom ook. Ja. Mm. Dat er een nieuwe wisselwerking ontstaat in verhalen. Veel meer kruis, een lelijk woord, hè? Kruisbestuiving wil ik zeggen. Maar want er gebeuren natuurlijk ontzettend veel mooie dingen in de stad. En tegelijkertijd zijn er ook heel veel kunstenaars nog los van of er een nieuw huis moet komen. Die zeggen, bijvoorbeeld deze week als je het over experimenten hebt. De kleine muziekcafés in de stad die zeggen, het wordt allemaal toch duurder om de parkeertarieven die omhoog gaan. Ja. Maar ook binnen de huizenprijzen die voor dus de vraag is, misschien dan heel plat gezegd, zouden we ons energie moeten steken in zo'n nieuw huis? Of moeten we de bestaande infrastructuur met de experimentele ruimtes die daar zijn nog een flinke boost geven om... Ik denk dat je beide moet doen. Je kan niet zeggen, als je het hebt over de complete stad, dan ga je in de bestaande stad investeren. En je zult ook in een nieuwe stad moeten investeren. Nou, een nieuwe stad, de bestaande stad in die wijken, waar heel veel mensen bij gaan komen, waar die stad gaat groeien. Dus ik denk dat je daar in allebei kan investeren, wat mij betreft. Mm-hmm.
Wat mij betreft gaat het ook over de term diversiteit. Die vind ik altijd heel interessant, omdat ik dan denk, oh ja, diversiteit, dat betekent dus dat er een norm is. En die norm heeft dan bepaald dat iets divers is. En wat mij betreft is het nu een beetje een kantelpunt. En kan je ook kijken wat dan een nieuwe norm is. En in dat opzicht kan je dus ook kijken, wat is er nu allemaal? Ja, wat is het concreet? Dat gaat wat mij betreft over plekken die er al zijn. Het gaat er mij, volgens mij, ik heb nooit bedacht, we gaan nu een plek bouwen met bakstenen en dat wordt dan een nieuwe plek. En dat is dan wat er in mijn hoofd zit. Het gaat er ook over, wat heb je allemaal in een stad? Hoe wordt het gebruikt? Door wie wordt het gebruikt? En welk publiek trek je daarmee? Welke kunstenaars trek je daarmee? En hoe zorg je dat er nieuwe ruimte wordt gecreëerd? Dus in die zin is jouw wens ook een mentaliteit? Ja, het gaat echt over, wat is de norm? Wat is divers? En volgens mij zit daar gewoon een nieuw mix in. Ja. Misschien is dit een goed moment om, straks hebben we nog ruimte voor veel meer vragen, om de eerste drie vragen misschien te mensen zijn die zeggen, ik wil nu... ik zit enorm op mijn stoel te wippen, want ik wil dat dit ook nog gezegd wordt. Niemand durft. Het was kraakhelder, kan dan ook, hè? Ja, dat zijn de andere opties. Zag ik daar een hele voorzichtige? Oh, je had gewoon jeuk aan uw voorhoofd. Ja, dat kan ook. Ja. Ah, daar. Ja. Oei, oei, oei. Weet je wat, een volle zaal. Goedenavond. Ik ben benieuwd, hoe gaan jullie ervoor zorgen dat die financiële middelen, hoe dat die ook inclusief verdeeld worden en dat er ook op inclusieve wijze wordt gekeken naar kwaliteit. Oei, joh. Ja, Turia. Klinkt, ik denk dan gelijk graag een technische systematiek of zo, wat ik dan over na moet denken. Ik denk dat wij kunnen leren van grote andere steden. Waar iedereen ook graag naartoe wil. Of naar New York of naar Londen. Daarin zie je bijvoorbeeld dat ze gewoon heel goed nadenken van hoe kunnen we nou een eerlijke, rechtvaardige, diverse, inclusieve stad maken. Dus dat betekent dat zij ook heel scherp kijken naar de subsidiesystematiek. Dat je het echt gaat afrekenen op basis van wat heb je nou gedaan in het eerste jaar, in het derde jaar, in het vierde jaar. Het is denk ik belangrijk, niet omdat we het willen straffen, maar vooral willen kijken, wij hebben geld. Wij willen dat die stad rechtvaardig en eerlijk is. Dat meer kinderen, waar ze ook vandaan komen, gebruik maken ervan. Ik denk dat we ook in het kunstvakonderwijs, dat we er meer daarmee moeten gaan samenwerken. Om volgens mij die doorstroom naar de podia, dat we daar iets in kunnen doen. Dus ja... Het kan niet anders als je ziet hoe die stad steeds meer zo'n segregatie ontstaat. Dat groepen elkaar niet meer ontmoeten. Dat er nieuwe ritmes zijn in de stad. Dat in bepaalde wijken anderen elkaar niet meer zien. Omdat ze denken, ja, dit is mijn wereld. We leven gewoon in kokonnetjes. Het moment dat je iets doet in je systematiek, gaan mensen wel bewegen. Hier was ook een vraag. Of opmerking. Nou ja, een vraag, een uitnodiging aan beide dames. Ik weet van Farnoes, hi Fenahi, dat de gasten ook hele mooie dingen doen op het gebied van jongeren naar auditieniveau brengen, als ik het goed heb. Een soort 5 o'clock-class-achtige projecten hebben jullie gedaan. Of deden die, nou ja, jullie alsof zijn dat de gasten is, maar... Niet meer. Nee, precies. Maar misschien kunnen jullie nog wat, een uitnodiging vooral aan jullie beiden, om iets te zeggen over het onderwijs in Amsterdam en de opleidingen. En de rol van het onderwijs op het gebied van inclusiviteit en toeleiding naar dat waar we willen zijn. Ja, jij geeft altijd les. Ja. ik sprak een paar dagen geleden iemand over dit debat. En die zei, er zijn zoveel wegen naar Rome. En die worden ook allemaal al gebruikt in Amsterdam. Dus je kan mbo hebben gedaan en dan doorstromen. Je kan niet hebben gestudeerd. Je kan in het buitenland hebben gestudeerd. Je komt hier. En... volgens mij gebeurt dit ontzettend veel. Als ik kijk gewoon naar mezelf en hoe ik zie hoe verschillende kunstenaars nu aan het werk komen. En ik denk dat er zoveel verschillende manieren worden gefaciliteerd door mensen zelf om uiteindelijk kunstenaar te worden of daar je geld mee te verdienen. En ik denk dat de stad daar een beetje in achterloopt hoe we dat faciliteren. En daarnaast, ja... Ik heb heel veel gesprekken met theaterscholen, mbo en hbo over wie neem je aan, hoe neem je mensen aan, waarom neem je mensen aan, wat bied je aan, hoe sluit je mensen uit. Ik heb heel veel voorbeelden van mensen die eindelijk worden aangenomen en zich dan helemaal niet thuis voelen op zo'n opleiding. Dus die gesprekken worden wel constant gevoerd. Het gaat heel langzaam bij instellingen, vind ik. Maar blijven wel gevoerd worden. Ja.
Misschien tot slot van dit blokje nog een heel klein ander onderwerp. De kunstraad zei ook internationalisering van de stad. Als je het hebt over cultuuraanbod voor de stad verandert ook op een andere manier. Hij wordt steeds internationaler. Ja. Hebben we daar niet, hoe staan we daarvoor? Hebben we daar niet ook misschien een nieuwe plekken voor nodig die internationaal, Engelstalig misschien? Ja, dat doe je al bij Mesrap onder andere. Ja, daar is alles Engelstalig. Ja, ik denk, dat vind ik interessant, maar ik vind het interessant vooral dat steden natuurlijk de toekomst zijn. Ik wil niet landen, maar steden. Mm-hmm. Daar lijken daar gewoon mensen naartoe. Die voelen zich aangetrokken tot steden, omdat dat... Ja, of dat nou rijk, arm, corporate, iedereen wil in die stad zijn en herkent zichzelf in die stad. En dat maakt het ook gelijk ingewikkeld. Ik denk dat Engels ja, prima kan, maar vooral wordt die stad toegankelijk en is het betaalbaar? Ja. En hoe kun je nou zorgen dat je ook midden in de stad nog komt? En ik vind dat een veel belangrijk vraagstuk dan de vraag of het Engelstalig. Ik denk dat het voor sommige mensen vanzelfsprekend is dat ze Engels praten. We moeten dat wat beter gaan faciliteren wat mij betreft. Maar vooral ook gaan zorgen hoe kan iedereen meekomen. Want ik denk dat daar echt nog wel, ja. Dat er echt wel een onderscheid is. Dat we via cultuureducatie een heleboel kunnen doen. En binnenschools, buitenschools. Maar je ziet gewoon dat in de vooropleidingen echt nou ja, dat je er geld moet neerleggen, dat niet iedere ouder dat kan betalen voor opleiding, voor welke kunstopleiding dan ook. Dus ik denk dat we daar ook wel iets in kunnen doen. Ik focus me echt meer daarop dan te zeggen van ja, internationaal. En internationaal is wat betekent dat grote steden die op ons lijken, die bepaalde waardes hebben die we belangrijk vinden, dat is één ding. Maar het andere is ook van welke steden zijn in transitie, die ook met een democratiseringsproces zijn, die niet zozeer lijken op Londen, New York. Maar gewoon, waar je kan ook zeggen, we gaan in Tanger wat doen. Of we gaan in Tunis, ik weet dat een van uw voorgangers, mevrouw Ollongren, heel erg de nadruk ook legt op de internationalisering van de kunst- en cultuursector. Als ik u hoor, zegt u, mijn nuance of mijn prioriteit ligt op dit moment ergens anders. Nou, als je zegt internationalisering, wat bedoel je daar dan mee? Internationaal, als je zegt, ja, we gaan heel erg internationaal, zodat allemaal internationale bedrijven nog meer gaan bouwen op de Zuidas. En dan een hele grote groep mensen heel rijk worden in hun eentje. Mij gaat het om een eerlijke stad. Dus als we zeggen internationalisering, kunnen we ook kijken, ja, welke groepen mensen zijn hier ooit naartoe gekomen, hebben een bepaalde migratieachtergrond. Daarvan merk je van, ja, we zouden ook kijken, waarom doen we niet iets op de Cariben? Waarom doen we niet iets met Aruba, met Curaçao? En ik vind die uitwisselingen heel interessant. En natuurlijk vind ik ook Londen interessant en New York interessant. Omdat daar allemaal mensen wonen die ooit die vrijheid opzochten. Omdat daar kunst is. Of omdat daar mogelijkheden zijn die je in andere steden ziet. Dus die stedelijkheid is wat mij betreft super interessant. Dus internationalisering is wel degelijk een programma wat we verder gaan uitrollen. Maar ik wil ook kijken naar steden waar die in de transitie zitten. Maar ook waar bepaalde groepen die hier vandaan komen. Om daar ook weer een link mee te maken. Dus het zijn eigenlijk tweeledig. Farnoush, ik weet niet of het huis de droom er binnen 2 jaar staat. Maar misschien wel dat de mentaliteit iets is wat we in ieder geval kunnen meenemen. Ik wil je voor nu heel hartelijk danken. Je mag er daar gaan zitten. Geef er een warm applaus. Farnoush Varnia. Ja, we gaan luisteren naar de tweede persoon waarvan je zei dat hij jou inspireerde. Eyup Gargash. Ga alvast staan. Met zijn liedjes verovert hij veel Amsterdammers op allerlei podia door de stad. En in Nieuw Metropolis in Nieuw-West werkt hij samen met jonge talenten aan het programma Smelt Kroes, waar allerlei jonge talenten het podium krijgen. En vandaag speelt hij een van zijn liedjes voor ons. Geef hem een warm applaus. Soms vraag ik me af hoe het zou zijn als ik een van die mensen was. Daar aan de kustlijn, die niet stonden op de brug, die ze zelf stonden te bouwen, want je ziet geen weg terug.
zie dat maar eens vol te houden. Met al die touwen in je hand. Ik ben op reis naar het paradijs. Maar ik weet niet of mijn sleutel past. Alsof ik tast in het donker. Terwijl ik wacht op een wonder. En vragend kijk ik om me heen. Op het pad dat ik bewandel. Vrees ik dat ik over de vangrail val. Op het pad dat ik bewandel. Vrees ik dat ik over de vangrail val. Op het pad dat ik bewandel. Vrees ik dat ik over de vangrail val. Want ik wankel en ik kantel. Totdat ik de verkeerde kant op knal. Soms beeld ik me in hoe het is te leven in een ander verhaal. En om niet midden in een zin te hoeven switchen naar een andere taal. Ik heb familie die me niet verstaat. Ze zeggen, hada, hoe stek ik hoor? Maar wanneer ik Nederlands praat, kan ik het beste uitleggen wat ik voel. Ik ben op reis naar het paradijs. Maar ik weet niet of mijn sleutel past. Alsof ik tast in het donker. Terwijl ik wacht op een wonder. En vragend kijk ik om me heen. Op het pad dat ik bewandel. Vrees ik dat ik over de vangrail val. Op het pad dat ik bewandel. Vrees ik dat ik over de vangrail val. Al op het pad dat ik bewandel. Vrees ik dat ik over de vangrail val. Want ik wankel en ik kantel. Totdat ik de verkeerde kant op knal. Boom. Ik ben op reis naar het paradijs. Ik ben op reis naar het paradijs. Ik ben op reis naar het paradijs. Ik weet niet of ik naar binnen mag. Ik wacht nog steeds op een wonder. Terwijl ik me verder afzonder. En vragend kijk ik om me heen. Maar al die tijd draag ik het wonder met me mee. Want het wonder dat ben jij. Het wonder zit in mij. En samen bouwen wij aan de brug naar het paradijs. Het wonder dat ben jij. Het wonder zit in mij. En samen bouwen wij de brug naar het paradijs. La 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 la. La 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 la. Op het pad dat ik bewandel, op het pad, 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 op het pad dat ik bewandel. Daar wandel ik en val ik bijna op het pad dat ik bewandel. Daar wandel ik en wandel jij samen op het pad dat ik bewandel. Dank je wel. Dank je wel, Ejoep. Je mag de komende maanden ook de intermezzi... Dat zou ik doen. We gaan doorpraten met een aantal mensen die elke dag aan het werk zijn in de stad. Of die goed zicht hebben op de stad en wat daar gebeurt. Geef ze een warm applaus. Angelo Bromet, Rutger Ponce, Aukje Dekker en Jared Francisco. Hallo. Maak waar, ga jij lekker zitten hier zo? Nee, is goed, joh. Zijn we eruit? Ja. Heel goed. We hebben al veel besproken, er is ook denk ik al best wel wat overlap geweest, maar toch, als we het hebben over diversiteit en representatie in de stad. Angelo Bromet, om bij jou te beginnen. Programmeur talentontwikkeling. Yes. Bij de Melkweg, ook productieleider bij No Limit. Ja. Misschien heel even in het kort, voor de mensen die het niet kennen, wat doet No Limit precies?
No Limit is een jongerencultuurhuis in Amsterdam-Zuidoost dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van talenten, zowel als podiumkunsten, maar ook mensen achter de schermen. Ja. Je bent ook betrokken bij de Code Culturele Diversiteit, waar je als expert ook organisaties advies voor geeft hoe je dat kunt doen. Hoe is het nu met die Code Culturele Diversiteit? Nou, laat me dat eventjes verduidelijken. Er zijn een x-aantal mensen ooit gevraagd om advies te kunnen geven. Ja. Over een onderwerp wat toen op dat moment een soort van een hot item was, waar heel veel vragen over waren. En ik denk dat ik in de afgelopen periode misschien maar net twee partijen echt van antwoord heb kunnen voorzien. Omdat het een onderwerp is waar partijen te snel denken, maar dat kan ik uiteindelijk ook wel zelf. Dus zoveel heb ik er helaas niet mee kunnen doen. Wat zegt dat jou? In eerste instantie dat er weinig gevraagd is naar mij. En in tweede instantie. En in tweede instantie. In tweede instantie dat misschien dat wel heeft geleid tot het feit dat we nog steeds met dezelfde vraagtekens staan. Ja, want die code die is nu gezien het feit hoeveel vragen er is of wat ermee gebeurt, volgens jou nog niet genoeg geland. Nee, het ding is, er is een totaal verschil tussen waar moet ik me aan houden, hoe kan ik bepaalde dingen realiseren, of de vraag wil ik het. Ja. En ik denk dat de vraag wil ik het, dat het bij een aantal leidinggevenden nu pas een beetje begint op te komen. Ja. En het is toch iets anders. We hebben heel veel jaren hebben we gewoon een beetje zitten lopen achter wat op dat moment in beleid geschreven staat, welke termen dat jaar weer belangrijk waren. Welke speerpunten weer voorop stonden. Wat je weer in subsidieaanvragen moet schrijven om kans te maken. En eigenlijk de intrinsieke motivatie van een persoon is daarbij misschien een beetje weggeëpt. Jared Francisco, onder meer directeur van Stichting Like Minds. Ja. Producent van theatermakers door de hele stad, maar ook huisgezelschap van Frascati. Ja. So far so good? Nee, niet meer, maar ja. Ja. Niet meer? Nee. Maar maakt niet uit, ga door. Jij werkt er ook niet meer sinds anderhalve maand? Bij We zijn geen huisgezelschap meer bij Frascati. Ah, je zegt geen huisgezelschap meer, oké. We spelen er nog wel, maar we spelen ook bij Bellevue. En dan, ja. Nou, toen we elkaar vooraf spraken, toen noemde je mij een citaat uit een film die ook hier draait. Die film heet Nu verandert te langzaam iets. En dat citaat was, diversiteit vindt iedereen te gek, zolang het een variatie op jezelf is. Ja. Waarom viel jou die op? Wat? Ik moest er even om lachen. Sorry. Ja, dat mag. Nou, ik zat naar die film te kijken en nu gebeurt. Het gaat over mensen die een burn-out hebben en dan allemaal therapie. En het, ik moet zeggen dat ik redelijk sceptisch naar kijk. En toen kwam er een coach en die zei dit. En toen dacht ik, ja, maar dat is wel de essentie van de discussie. En nu is het inclusiviteit, maar dat is wel de essentie van de discussie. Zolang het een variatie van iets is wat ik snap, dan te gek, want dan kunnen we communiceren, want we praten vanuit hetzelfde kader. Maar op het moment dat het iets is van de ander wat je niet snapt, dan wordt het opeens ook veel lastiger om te communiceren. En wordt het ook veel lastiger om er iets mee te kunnen. Het wordt lastiger om het te beoordelen. Het wordt lastiger om je ertoe te verhouden. Het wordt lastiger om inclusief je op te stellen. Dus dan komen er opeens allemaal barrières die op het moment dat we elkaar begrijpen er niet zijn. Maar daar gaat het om. Dat is de hele discussie die wat mij betreft al 20 jaar wordt, misschien wel 30 jaar wordt gevoerd. En ik heb van die periode dat ik in dit soort panels zit en periode dat ik echt zo er niet heen ga en heel ver er vandaan blijf. Hoe luister jij dan naar zo'n gesprek, wat vaker terugkomt, nu ook? Het is iets wat de wethouder belangrijk vindt voor de komende jaren. Misschien, het is niet de eerste keer blijkbaar dat jij zo'n gesprek hoort. Nee. Ik denk dat je niet de enige bent die zo'n gesprek vaker gehoord heeft. Wat vind jij dan belangrijk om dat gesprek wel goed te voeren? Nou, wat ik er soms lastig aan vind. Nee, wat ik belangrijk vind is dat je kijkt naar naar het verleden. Dat je kijkt naar mensen die dat gevecht al hebben gevoerd en nog een keer hebben gevoerd en toen nog een keer hebben gevoerd en toen nog een keer hebben gevoerd. En toen ze ermee kapten, iemand anders het overnam en het voerde. Snap je? Er is echt wel een verleden van dit op de agenda krijgen. Ja. En het zou goed zijn om dat mee te nemen, omdat
binnen de politiek is het ook de waan van de dag, snap je? Dus als je je dan verhoudt tot iets, kijk dan naar de geschiedenis die een onderwerp heeft. Dus dat zou ik heel belangrijk vinden. Maar wat ik ook belangrijk vind, en dat is wat lastiger, is dat... dat bepaalde... ik moet het anders formuleren. Ik probeer vandaag genuanceerd te zijn. Dat ben ik normaal niet. Ik vind het ook goed als er instellingen zijn die zeggen... wij doen niks met diversiteit. En die hebben recht om te bestaan, want ze hebben een andere doelgroep. Ze verhouden zich op een andere manier tot de samenleving. En dat is prima. Maar op het moment dat je zegt dat je je verhoudt tot diversiteit of inclusiviteit, dan moet je het ook doen. Ja. Snap je? En het gebeurt te vaak dat grotere instellingen, ik ga nu grotere instellingen zeggen we verhouden ons tot diversiteit. En die worden dan ook gelijk als gesprekspartner gezien. Want het is een grote instelling met naam, faam. En dan gebeurt er niks, snap je? Dus in die zin zeg jij liever niet de window dressing. Doe het gewoon niet. Gooi dan de luik open, zegt hij dat niet. Ik doe het gewoon niet, klaar. Ja. Aukje Dekker, kunstenaar, oprichter, medeoprichter. Ik durf bijna geen intro meer uit te spreken met het risico dat iemand weg is. Zo niet meer. Van Sexyland. Een clubhuis waar elke avond een andere eigenaar is. Dit hele gesprek gaat natuurlijk ook een beetje over toegang, zeggenschap, eigenaarschap. Dat is natuurlijk iets wat bij Sexyland eigenlijk... het hele bestaansrecht is dat opengegooid wordt. Hoe luister jij dan naar zo'n gesprek over inclusiviteit, diversiteit? Dat is wel een vraag. Want het is inderdaad, nuance moet je hebben. En dat is het hele, het eieren eten ook. Dat ik denk, ik mag er bijna niks van vinden, want ik heb geen kleur. Dus ik mag dan dat niet. Ja, maar soms vind ik het ook lastig, omdat ik dan denk, ja... het is ook wel interessant, omdat wij zijn net nu meegeweest met een reis met de burgemeester. Mochten voor het eerst op handelsmissie en was een heel duidelijk in de kanteling die er nu aan de hand is. Namelijk dat er een andere groep is die Amsterdam moet vertegenwoordigen dan de eeuwige blanke man. Want eindstand ben ik hier toch gewoon, zit ik hier naast drie mannen. En we hebben het niet eens over, bijvoorbeeld als je kijkt naar voetbal. Ik wil zoveel dingen zeggen dat ik het eigenlijk niet eens uitkom. Maar het is meer, ik snap de discussie zo goed. Ja. En ik hoop gewoon dat ik er ook iets van mag vinden. En daar wil je wat wel ik voor uitkomen. En ik denk ook dat inclusiviteit over veel meer gaat dan over kleur. En dat het gewoon gaat... over dat je je gehoord voelt en hoe ik het eigenlijk altijd maar probeer. En dat kan ik alleen maar voor mezelf zeggen, is dat ik maak geen onderscheid in niemand. En eigenlijk was het ook wel mooi wat Massie net zei over die ballen, zeg maar. Voor mij hoeft iemand ook niet eens jong te zijn. Het maakt echt geen reet uit. Als iemand iets wil doen, en ik snap wel heel goed dat we daar nog niet zijn. En dat ik voel ook dat er een kantelpunt is dat veel meer dat soort dingen moeten gebeuren. Maar het is misschien niet alleen... Misschien is kunst een mooi begin, maar ik vond het wel mooi ook wat jij net zei. Onderwijs, de geleerde, niet de voetballer, maar de coach, de presentator, de president. Gewoon, het mag wel op heel veel vlakken mag het veranderen. Het is mooi dat wij het er nu over hebben, maar het is best wel aan de hand. Ja. Ja. Rutger Ponsen, redacteur, kunstcriticus bij de Volkskrant. We hebben hier het hele gesprek. Iedereen die we aan tafel hebben, die volgens mij hechten die waarde aan een divers cultuuraanbod, aan een divers kunst- en cultuuraanbod. Maar jij komt vooral ook veel in de musea, ziet veel van de tentoonstellingen, ziet veel van de instellingen. Het Stedelijk, je hoeft niet te vertellen wat er allemaal in Amsterdam zit. Nee. Wat is het beeld dat jij daar ziet? Als je het hebt over diversiteit, inclusiviteit. Laat ik eerst zeggen wat hier aan tafel. Er zijn hier natuurlijk een aantal criticus. We zijn al 20 jaar bezig. Ja. Ik denk even aan vrouwenkunst. Je ziet nu in het Stedelijk dat is een beleid dat ze dit jaar heel veel vrouwen, vergeten vrouwen, nieuwe vrouwen laten zien. Dat is echt een beleidsvoornemen. Dat zie je, dat is internationaal. Dat is in Londen, dat is Amerika. Overal zie je dit soort kunstenaars. Kan je nagaan? We zijn dus in de 20e feministische golf. En eindelijk is in de grote kunstinstellingen een jaar van vrouwenkunst. Dus alsof er iets ingehaald moet worden.
Nou, dat diversiteit, inclusiviteit, op alle fronten is dat natuurlijk allemaal nog gaande. Als hier aan tafel wordt gezegd, we doen 20 jaar over dit of 30 jaar over dat en we komen er niet, dan is dat natuurlijk... Ondertussen plukt er iemand aan je microfoon. Ga vooral door. Hij kan ook het woord voeren voor mij. dan is er iets gaande. En ik vrees dat de rol van de gemeente hierin, of en de overheid, een beperkte is. Het is niet zo. Ja, vroeger geloofde ik altijd heel erg van je moet echt beleid maken, want als je dat beleid en afrekenen, knalhard, want anders gebeurt het niet. Zoveel quota, zoveel percentage, vrouwen, andere culturen, et cetera, geen blanke mannen, ergens, waar dan ook, en dan afrekenen. Daar geloof ik ook wel in, want als het niet echt knalhard wordt gebracht, dan gebeurt het niet. Maar ik geloof heel erg, en dat bewijst deze avond maar weer, dat het vooral van onderop is. Je ziet van onderop heel veel initiatieven, heel veel personen. Die mogen niet marginaal blijven. Dat is niet een kwestie van alleen maar hier en daar wat initiatieven. Die moeten in het hele segment van kleine initiatieven, individuele kunstenaars, ergens in een atelier tot aan Stadsschouwburg en Stedelijk Museum moeten die door kunnen dringen. En wil je dat doen, dan kan de overheid daarin een ondersteunende rol spelen. Kan mensen en partijen bij elkaar brengen, misschien ook met geld. Maar het is voor mij denk ik veel meer het idee dat politiek partijen bij elkaar brengt. Ik heb het gezien in het buitenland. Ik had net een stuk geschreven over Chester Gates. Dat is een donkere kunstenaar in Chicago, een grote tentoonstelling in Parijs. Die heeft daar een initiatief op gezet, heeft allerlei gebouwen opgekocht in de stad met behulp van. Maar dat komt uit zijn initiatief, zijn community. Hij heeft dat opgebouwd, hij heeft mensen bij elkaar gebracht. En de stad heeft dat gefaciliteerd. Ja. Op vraag. Dat is maatwerk. Dat is maatwerk. Het is niet van ik wijs Nieuw-West aan en Sloten en Zuid. En daar moet het gebeuren. Nee, er zijn een aantal partijen en daar moet je dus goed naar kijken en goed naar luisteren. En kijken waar je kan faciliteren. Dus. Precies. Ja. Wethouder Meliani, er zijn denk ik veel dingen gezegd hier. Het woord criedekeur denk ik in die zin misschien ook wel terecht rondom. Ja, weet je, ten eerste dit gesprek wordt al zo lang gevoerd. En ten tweede, ja, ik heb liever dat iemand zegt ik doe het niet, dan dat iemand kijkt hoe die zo makkelijk mogelijk uw hokjes in kan vullen en dan vervolgens aan window dressing doet. Hoe luistert u daarnaar? Ik wilde even reageren op Rutger. Zeker. Graag. Omdat ik hoor dat als je het maar bottom-up laat gebeuren, dan gebeurt het wel. Nee, dat zeg ik. Ja, nou ja, dat zei je wel. Nee, en dan kunnen we faciliteren. Nee, je moet partijen bij elkaar brengen. Ik zal een klein voorbeeld noemen zoals het in Rotterdam gebeurt. Je hebt daar een hele dure stichting, Droom en Daad. Heel veel geld in de stad kan pompen als een initiatief. Het is gewoon een enorme havenbron. Maar ondertussen zijn er in de haven zijn er allerlei kunstenaars bezig die naar dingen aan het zoeken zijn. En die partijen komen bij elkaar. Zit daar de gemeente bij? Tuurlijk, om te zorgen dat er ergens ruimte beschikbaar wordt gesteld. Maar op gepaste afstand. Dus het is een miljoenen partij en een armlastige partij. En particulier. Nou, ik denk dat twee verschillende. Ik denk dat we verschillende dingen moeten doen. Ik geloof wel dat er initiatieven uit de stad. Uit de stad zelf kunnen komen. Dat is één verhaal, namelijk hoe kun je dat faciliteren en hoe kun je partijen bij elkaar brengen. Volgens mij is het maar één deel van het verhaal. Het andere verhaal gaat ook over hele generaties die niet opgroeien met kunst en cultuur, die niet die kansen hebben. Dan kun je via cultuureducatie dingen doen, binnenschools, buitenschools. Maar het is wel zo dat de stad op een bepaalde manier zich beweegt, dat jongeren niet in aanraking komen ermee. Hoe gaan we dat doen? Wie Mag gaat dat dan doen? Zeggen, betekent dat we dat ook overdragen aan de rest van de stad? Ja. Dan heeft de gemeente wel degelijk hier een rol in te spelen. Zeker. En moeten we wel degelijk duwen. Ja, dat is een ander verhaal. Houtje Dekker? Ja, omdat ik kom uit Rotterdam en ik moet altijd zeggen dat ik daar juist heel interessant vind dat in Rotterdam heb je dus eigenlijk alles gebeurt aan het centrum. Dus wat dan nu de Bijlmer is, wat dan verder weg is, dat is daar midden in het centrum. Daar zijn ook alle scholen, daar zijn ook alle discotheken, daar heb je ook alle galeries. Dus wat er gebeurt is dat er op een hele natuurlijke manier komt iedereen met elkaar in aanraking. Is ook
op een heel andere manier gaat iedereen daar met elkaar om dan in Amsterdam. Ja. Dat is wel iets geografisch waar een gemeente wel een rol in kan spelen. Zeker. Misschien moeten we het ook Rotterdam als goed voorbeeld, maar meer richting Amsterdam houden. Angelo Bromet. Nou, Feyenoord. Het interessante wat hier natuurlijk terugkomt is welke rol een gemeente moet oppakken. In de code bijvoorbeeld zijn er duidelijk vier dingen te onderscheiden waar je iets mee kan doen. Het gaat over programma, het gaat over publiek, het gaat over personeel en het gaat over partners. Mm-hmm. Als jij naar deze discussie kijkt, waar denk jij dan dat een gemeente die hiermee aan de slag wil vooral de komende jaren op moet duwen of aan een knop moet draaien of misschien druk op moet zetten? Het eerste wat bij mij opkomt is eigenlijk de vraag, moet het gebeuren of moet het lukken? Dat is wat bij mij naar boven moet dat gebeuren of moet het gebeuren of moet het lukken? Willen we dat bepaalde dingetjes gebeuren, dat er hier en daar wat plaatsvindt en dan is het er, hebben we een foto gemaakt en dan kan een wethouder een lintje komen knippen of weet ik veel wat. Hè? We doen wat meer dan dat, Of moet het lukken? En als het moet lukken, dan gaat het over alles doen, heel lang doen, prestaties wel belangrijk, maar tijd veel meer waard dan geld. Iets mag falen, want falen is de eerste stap richting slagen. Er moet ruimte, geld is wel belangrijk, maar ik zou eerder eigenlijk geld willen zetten in meer uren voor werknemers die er al zijn, die heel graag misschien iets willen doen aan die diversiteitsvraagstuk binnen als programmeur of iets anders, maar in uren misschien niet uitkomen en die dus vrije uren krijgen om ook te experimenteren. We hebben ooit bijna alles lab genoemd. Hè. Een periode gehad, alles was lab. En toen was er geen geld meer en toen was lab opgedoekt. Misschien moeten we de lab weer oplappen en kijken wat we ermee kunnen doen. Maar ik denk dat is gewoon belangrijk. Geef het ruimte. Ik ben op dit moment ben ik met 28 jonge mensen bezig in de Melkweg. En experimenteren we en maken we programma's. En zetten we eigenlijk de boel op zijn kop, omdat we veel langzamer werken dan de producenten willen. En we werken veel langzamer dan misschien marketing wilt, maar we vergaderen veel vaker en we proberen veel meer dingen. En we vieren wat lukt, maar we vieren ook dat iets er is en niet altijd gelukt is. En het zijn allemaal van die dingen die ik denk van, mensen, als we willen dat er iets gebeurt, dan doen we het al. Dan zijn we al heel goed bezig, want er gebeurt verschrikkelijk veel. Als we blijven praten alsof er niks gebeurt, dan doen we tekort aan al die mensen die wel mooie dingen aan het maken zijn. Jared, ik zag jou een beetje grijnzen halverwege het verhaal. Oh, dit is gewoon een sarcastische blik. Dat is ook een sarcastische blik. Nee, ik zat te denken over dat Angelo zit in No Limit en ik dwaal soms af in mijn hoofd. En ik bedacht dat... ik heb ooit, toen dat centrum, wat nu No Limit heet, werd opgeleverd, heb ik samen met twee andere collega's, kregen we dat pand. Wij zaten eerst in kelders, zeg maar in Zuidoost, in parkeergarages. En wij kregen dit pand. En we gingen erheen. Het was helemaal nieuw, helemaal nieuw. Fonkelnieuw, wij zijn naar binnen met z'n drieën. Hadden ze dat hele pand ingericht als een educatief centrum. Dus het idee was, kinderen gaan naar school, jongeren gaan naar school en nadat ze van school komen, gaan ze naar een educatief centrum om huiswerk te maken. Maar er stond voor tonnen aan tafels, stoelen, borden. En toen zijn we naar de gemeente gegaan en hebben we gezegd, kunnen jullie dit nog terugsturen en dat geld terugvragen, want dan gaan we er iets anders mee doen. En toen hebben we een muziekstudio erin gebouwd. Maar het idee dat je een pand voor weet ik veel hoeveel miljoen neerzet en dan denkt, weet je wat ze nodig hebben in Zuidoost? Extra les na de les. Het is een krankzinnig idee. Dit schrijft misschien een beetje wat Massie ook in zijn column bedoelt. Het langsgaan en dan denken wat daar nodig is. Ja. Tegelijkertijd, ik hoor Angelo zeggen, tijd is ook een factor. Mm-hmm. Ik heb ook uw interview in De Groene gelezen. Ik weet ook, een wethouder, misschien dat u na 4 jaar weer wat anders gaat doen, zei u aan het begin. Dus heeft niet enorm veel tijd om iets in gang te zetten. Nee. Welke stok wilt u wel achter de deur bij organisaties om een verandering tot stand te brengen? Waar denkt u aan? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat veel mensen die dit horen ook denken, wat betekent dat voor mijn organisatie?
Maar je mag er tussendoor. Ja, ja hoor. Ja, nee. Dat kan. Kijk, er zijn eigenlijk heel veel onderwerpen te spreken. Want als je met de sector spreekt die al heel lang met dit onderwerp... en het hebben over diversiteit en nu inclusiviteit... Dan hoor ik Jared, die er inderdaad al jaren mee bezig is... zoiets heeft van, in hemelsnaam, gaat er nog iets gebeuren? En er zijn een aantal reuzen die al jaren bezig zijn... zoals Maarten van Hinten en Marjorie Boston... die ook al heel veel jaren bezig zijn, meer dan 25 jaar. Angelo is ook al heel veel jaren bezig. En eigenlijk hebben we... Op het moment dat jullie moe zijn, denk ik, nu moet je aan de bak. Ik wil eigenlijk gewoon heel graag... jullie zijn al bezig en ik wil heel graag dat de mensen die al heel lang bezig zijn, die juist terug gaan kijken naar welke mensen zijn dan de afgelopen jaren hebben een andere infrastructuur gebouwd in de stad. En hoe we samen kunnen kijken, ook met de instellingen die er nu zijn, om te zorgen. En ik vraag niet van iedereen hetzelfde zoals Jared denkt. Dat denk ik ook niet, dat iedereen geschikt is om overal naar malenconcerten te willen gaan. Ik denk dat dat ook een categorie is. Maar dat we toch tot een nieuwe vorm kunnen komen. Ik snap dat mensen moe zijn en denken, ik ga hier niks mee doen. Dus ik wil daar even op reageren, want Jared zei van, ja, ik ben cynisch. Ik denk, op het moment dat je moe bent, dan moet je eigenlijk gewoon zeggen, dit is het juiste moment om in beweging te komen. En ik heb echt als wethouder ook echt juist de energie om te zeggen van, ik wil heel graag dat mensen die juist al heel lang meedoen, de mensen die nu ook, net als Farnoes is ook al jaren bezig, en heel veel nieuw initiatief om bij elkaar te komen, om juist met de bestaande instellingen die in het centrum zijn, om andere groepen bereiken dan de groepen die waar we nu over hebben, dat daar gewoon nieuwe dingen kunnen gaan ontstaan. Ik ben daar heel positief in. Als je het hebt over wat ga je dan doen in je subsidie, ik denk dat als wij als gemeente geven we best wel veel geld. Ik denk dat we in wereldwijd best in onze handen kunnen knijpen wat wij als gemeente beschikbaar stellen voor kunst en cultuur. Alleen, wij willen dat het terecht komt op die plekken waar het ook verdient voor groepen die nu op dit moment geen toegang tot hebben. En de mensen die nu moe zijn, daarvan wil ik alleen maar zeggen, ik ben echt bereid om stevig in te grijpen. En dus in plaats van dat je moe bent, zeg je, oh, oké, laten we daar samen over nadenken. Ik heb niet alle wijsheden op tafel, maar ik denk wel dat we echt aan de bak moeten. En de vraag is wie dat dan allemaal moeten zijn, dat kan ik nu niet zeggen. En wie allemaal hier in mee moet. Angela? Nou, kijk, ik ben... Ja, dat moet ik nu even ophouden. Kijk, maar ik heb een beetje het idee van... Als we continu op zoek gaan naar de doelgroepen die op een te grote afstand zitten van wat er nu is, dat is niet slecht. Dat moet je ook wel blijven doen. Wat ik graag zou willen is dat er geïnvesteerd wordt in de groepen die er wel zijn. De makers die er wel zijn. Zij die bijvoorbeeld met het verdwijnen van een mooie plek als MC-theater is ook een impuls verdwenen voor heel veel mensen om te gaan maken. Omdat ze niet zeker weten of wat ze maken überhaupt ergens terechtkomt. Andere partijen die een plek hebben willen, vaak wel die partijen binnen zijn huis hebben. Maar precies van, ja, we hebben het een paar keer geprobeerd en de zalen waren leeg. Ik denk dat als we impuls kunnen geven aan de makers die er zijn en de instellingen die er zijn. En dat de instellingen die er zijn op een of andere manier het risico wat ze denken te lopen, dat daar rekening mee wordt gehouden. Of dat er een subsidie is wat die richting opgaat, het risico een beetje beperkt blijft. Waardoor gewoon het experimenteren iets is wat normaal wordt. Wat op een gegeven moment vanuit de week kan gaan groeien. En wat op een gegeven moment een impuls kan zijn aan nieuwe mensen in de wijken. Als ze zien dat de mensen die ze herkennen op de plekken die ertoe doen ook gewoon spelen. Mm. Dus als je continu aan de onderlaag gaat investeren, maar in de bovenlaag is er geen verandering, dan heb je wel kinderen geënthousiasmeerd, maar ze zien zichzelf niet en dan ebt het weer weg. Dus als je zegt, die middenlaag, daar ga ik in investeren, en ik ga die toplaag, daar ga ik een impuls aan geven, zodat ze met die middenlaag aan de slag kunnen, dan denk ik dat het zien van succes doet volgen. En dan hoef je financieel in die onderlaag veel minder te investeren, omdat uiteindelijk om echt te maken, echt te willen maken, heb je geen geld nodig. Echt te willen maken. De basis voor het creëren zit in je hoofd.
En daarna heb je geld nodig om het uit te werken. Even kort, en dan wil ik naar Touria en Rutger ook. Oh, ik ook. Ik had twee vragen aan Touria. Je zei samenwerken met bestaande instellingen. Ja. Toch? Ja, oké. Okay. Ja, we hebben namelijk een hele grote groep instellingen die we subsidiëren. Ja. Podia, bedoel ik gewoon. Theaters, die zijn er in de stad. Dat weet ik. En daarnaast zijn er nog heel veel kleine wijkinstellingen. Je hebt gewoon makers. Ja, en de vraag is, de stromen die nu door of niet? Nee, krijgen die een podium? Die stromen niet door. Had ook twee vragen. Ja, nee, omdat die podia zich niet verhouden tot wat er gebeurt op die lokale podia. Omdat die podia een ander profiel hebben en andere groepen faciliteren. Maar zeg je nou dat je nieuwe podia wil? Nee, ik zeg niet dat ik nieuwe podia wil. Ik zeg dat je of moet nadenken wat de bestaande podia programmeren en of dat moet blijven bestaan en waarom. Okay. Want misschien doen ze het wel supergoed. Of je moet gaan kijken, als ze het niet goed doen, waarom zouden we dat nog faciliteren als je andere groepen daar een plezier mee zou kunnen doen. Maar ik vind het zo, ik snap gewoon niet wat je bedoelt, want het is de hele tijd, daarom vind ik het ook lastig, het is zo abstract. Wat, wat bedoel je met andere groepen? Want waarom is het steeds dat en dat en dat? Want ergens snap ik het beter wat Angelo zegt qua, eigenlijk is de investering die je moet doen, geld is tijd. Dus dat het gewoon mag mislukken. Maar wat je ook ziet in Sexyland is dat het helemaal niet dat één ding, dat punk niet is voor deze groep of voor die groep. Maar dat er heel veel andere dingen zijn die mensen kunnen binden. Angelo zegt, je moet de middengroep faciliteren en dan kunnen ze doorgroeien naar die podia. Maar dan moet er wel rijk. Snap ik, dat is een groep als een laag. Maar jij hebt het steeds over een groep die dat leuk vindt en een groep die dat leuk vindt. Maar dan moet er dus ruimte zijn bij die podia. Dat is wat ik zeg. Ja. Dus je kan wel die middengroep faciliteren, maar als ze dan gefaciliteerd zijn en ze kunnen nergens heen, omdat er geen plek is op die podia, dan ga je dus ook nergens heen. Ja. Nou, maar daar moet je, dan moeten die podia zich daartoe verhouden, toch? Rutger? Dat is wat ik zeg. Blijkbaar is het dus heel moeilijk voor de overheid om goed te faciliteren. Ik kan dat aan de hand van de beeldende kunst, dat is even iets anders dan theater, maar misschien is het een vergelijkende wijs. Je kan in de beeldende kunst in de musea heel goed zien wie er aan de touwtjes trekken. En dat zijn blanke, hoogopgeleide mensen. Doorgaans. En dat is gewoon heel vervelend, maar dat is toch eenmaal zo. En je kan ook, wat ik net voorbeeld noemde, heel veel vrouwen nu in de kunst, in de musea, is omdat er heel veel vrouwen door zijn gestroomd, gelukkig, als kunsthistorica, uiteindelijk conservator zijn geworden en ook directeur zijn geworden, zoals we dat een paar keer hebben gehad bij het Stedelijk. Fortuinlijk of niet, dat maakt niet uit. Maar dat ze er zijn geweest, dat is van belang. Dus je moet een analyse maken. Even wat de rol van de overheid is, dat kan je daarna zien. Je moet een analyse maken. Hoe stromen dingen door? Hoe gaan. Ik hou niet van het jargon van beneden, midden en hoger. Maar goed, hoe zo'n hele kunstwereld qua macht ook gewoon. Dat gaat ook over macht. Want iemand bovenaan zegt toch van beneden gaat dat gebeuren. En dan gaat dat ook gebeuren. Of ik programmeer zo. Of ik vraag die. Het gaat over dat hele bolwerk, wat je, en dat zit bij theater anders in elkaar dan bij beeldende kunst en bij muziek. Maar er is een soort samenhang tussen laag en mensen die produceren en mensen die vragen en mensen die dingen bij elkaar brengen. En de vraag is nu dan aan de wethouder, hoe je dat dan per discipline goed kan ondersteunen, zonder nou gelijk een blauwdruk te hebben. Je moet alleen vooral veel naar, niet naar mij, maar vooral naar makers luisteren. Ik ben ook een blanke man die kritiek. We hebben ongelooflijk veel moeite om een nieuwe, niet-blanke, mannelijke criticus bij onze krant bijvoorbeeld aan te stellen. Dat is echt een zoektocht. En onze krant zit ook, dus gewoon ook een blank bolwerk, zoals de meeste kranten in Nederland. En die bepalen wel de kritiek, hoe erover geschreven wordt. Dat is, snap je, ook zo'n krant wat diversiteit, inclusiviteit echt in zijn uitgangspunt heeft staan. Dat is heel lastig om dat erin te brengen. Het wordt opgenomen, hè, Rutger? Maakt niet uit, want we hebben het er altijd over. Ja, maar je had volgens mij een hele goede, terechte vraag. Ja, die doorstroom op al die. En Rutger zei erbij dat jargon van wie onder, midden, hoog, maakt niet zoveel uit. Maar hoe je die op verschillende disciplines. Die doorstroom of die machtsposities als overheid kunt faciliteren dat daar verandering is. Aan het begin van de avond zei hij, misschien moeten mensen soms een stap terug doen. Dat is een vraag. Ja.
Nou, wij hebben in de afgelopen jaren, volgens mij ook in het vorige college, heeft natuurlijk ook gewoon een bepaalde systematiek neergezet. Er is gewoon bedacht, er zijn de Amsterdamse basisinfrastructuur, daar zijn 4 cultuurhuizen aan toegevoegd. Daarnaast zijn er een heleboel experimentele nieuwe plekken kunnen dan onder het Amsterdamse Fonds voor de Kunst. En samen vormt dat het hele palet. En dan heb je kleine initiatieven, midden en groot. Zo is het een beetje bedacht. En dat functioneert? Nou ja, je zou zeggen dan is er spreiding over de hele stad. Nou, de vraag is, en volgens mij zitten we nu op hetzelfde punt weer, is het gelukt op het gebied van inclusiviteit, diversiteit? En wat is het antwoord? Nou, ik denk dat er heel veel initiatieven zijn, maar dat die nog steeds niet binnenkomen of nog niet de plekken vinden, omdat in de Raad van Toezicht er geen diverse samenstelling is, omdat in het aanbod niet datgene. En ik vind het wel belangrijk, wat ik net hoorde, onder andere van Jared, de podia zijn er, maar is er überhaupt wel toegang? En is de vraag dat alle podia hetzelfde moeten doen? Dat is iets waarvan ik nog steeds ook denk of dat moet. Wat ik net zei is, het is opvallend dat de grootste meerderheid-minderheid straks een diverse achtergrond heeft. Dus het is voor meer dan 50% divers, Amsterdam. Terwijl als je kijkt naar als je gewoon op de raden van toezicht kijkt of zicht in het bestuur van alles en je scrolt dat langs, dan zul je zien dat de afspiegeling niet is. En een groot deel van ons geld gaat daar allemaal in zitten. Dat wil niet zeggen dat die mensen geen goed werk doen, maar de stad is aan het veranderen. Al die initiatieven die er zijn in de stad, die vinden nog niet een natuurlijke weg naar die podia. Ze moeten een beetje wrikken en elke keer hallo roepen en dan toevalligheden. Dus ik denk, het moet niet meer afhangen van toevalligheden of etentjes. Ik denk dat we echt in die systematiek wel degelijk iets kunnen doen. En de vraag is alleen, en dat is denk ik ook wat ik mee ga nemen hier, en dat vind ik ook fijn in dit gesprek, moeten alle instellingen dit doen. En wat ik net al, ja, dat is één verhaal. En we gaan ook echt kijken, hoe doen andere steden dat internationaal? Ik heb in een eerder verhaal ook al gezegd dat ik een heel goed gesprek had met een soort wethouder in New York. Dat is net een andere soort functie. Tom Finkelpur, volgens mij hebben jullie die ook ontmoet. En die vertelde ook hoe dat zij echt gaan vragen aan alle organisaties. Nou, wie zit er in je raad van toezicht? Hoeveel mensen met een diverse achtergrond werken er in je organisatie? En wat voor publiek zit er in je zaal? Zij doen het dan door alle organisaties heen. En vervolgens gaan ze ook kijken per eerste jaar, derde jaar en zesde jaar bijvoorbeeld. Nou ja, hoeveel mensen hebben wij nu, hebben jullie bereikt? En als het niet zo is, nou dat kan. Je moet wel kijken naar je eigen stad, wat is realiseerbaar. En dan is ook de vraag te stellen, moeten alle organisaties hetzelfde doen? En dat wilt ook. Wat u daar hoorde, dat in principe, ik wil daar dacht natuurlijk u, dat mee gaat u ook kijken. Gaan vragen? Nou, ik ga daar nu naar kijken. Ja. Zijn er vragen uit het publiek? Ja, ik kom naar u toe. Ja. Touria, je zei dat je bereid bent om stevig in te grijpen. Ja. Wat betekent dat concreet en voor welke sectoren geldt dat specifiek? Hey, is een goede vraag, dankjewel. Stevig ingrijpen betekent dat ik goed moet gaan kijken naar hoe het zich op dit moment. Je moet eerst kijken, wat zijn je doelen in de stad? We zien op dit moment dat er te weinig mensen, te weinig de podia vinden, te weinig makers die podia krijgen die ze zouden willen. Als je zegt, nou, ik wil dat er veel meer jonge talenten op bepaalde podia terechtkomen, dan kun je in de afspraken die je met de instelling maakt ook zeggen, nou, dit is wat we afspreken met elkaar. En na 4 jaar gaan we natuurlijk monitoren. En natuurlijk heb je ieder jaar wel een monitoringsgesprek. Maar je zal na 4 jaar dan echt moeten afspreken. Wat heb je bereikt? En nu is het alleen nog de vraag, geldt dat voor alle disciplines? Geldt dat voor alle podia? En daarnaast moeten we echt kijken naar de complete stad. In die zin hebben we de afgelopen jaren te weinig in Noord, wat ik net al zei, in Nieuw-West en in Zuidoost, aan culturele voorzieningen ontwikkeld. Ik vind het ook belangrijk dat we niet alleen maar in het centrum gaan, maar dat we de wijken ook veel beter gaan faciliteren op het gebied van kunst en cultuur. Want daar wonen namelijk heel veel mensen. We moeten niet alleen maar woningen bouwen, we moeten ook een hele culturele infrastructuur bouwen. Maar, en als ik zeg over stevig ingrijpen, ga ik daar absoluut naar kijken, op die wijze, op die manier. Andere vragen? Het gaat over heel veel dingen die niet goed gaan. Ik was benieuwd, wat gaat er heel erg goed volgens jullie in Amsterdam? Je stelt die vraag met reden. Want je wil het positief
insteken? Nou, ik kom zelf buiten de cultuursector en kan het een beetje moeilijk volgen, omdat het heel vaak gaat over wat er niet goed gaat. Waardoor het niet concreet wordt wat er eigenlijk wel goed gaat. Of wat er bijvoorbeeld... Ja. Het wordt niet echt concreet. En ik denk, ik hoop hiermee een concreet voorbeeld te krijgen. Nou, concreet is dat wij in Amsterdam... Amsterdam is echt een van de allerleukste steden ter wereld, omdat er zoveel gebeurt op het gebied van kunst en cultuur. Internationaal, mensen die hier naartoe komen, in de omstreken, mensen die de stad bezoeken. En er zijn hier gewoon topdingen gaande. Dus ik ga ten eerste, ik vind dat eigenlijk wel een hele goede vraag. Waar werd u laatst enthousiast over? Nou, het is jammer dat we daar nu bij zijn. Wij investeren veel in kunst en cultuur, daar ben ik heel blij mee. De stad Amsterdam is echt super divers, daarom heel interessant om juist te kijken welke groepen kunnen we nog meer bereiken. Dus het is niet zozeer een probleem, het is wel een ding wat we echt moeten gaan, waar we echt beweging in moeten gaan krijgen. En daarom hebben we het hierover. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet zie dat er heel veel mooie dingen worden gemaakt. Dus daar ben ik ook heel positief voor. Is er iemand anders in het panel die zegt, ik heb dit gezien waar ik heel enthousiast over was, wat hier goed past bij dit onderwerp? Mag je ook even over nadenken, zo terugkomen? Ik denk dat er gewoon echt heel veel is wat er gebeurt. En ik denk dat het niet pas tot zijn recht komt als het in een van de grote gebouwen van de stad plaatsvindt. Maar waar werd je laatst enthousiast van? Wat heb je bezocht de afgelopen maanden waarvan je dacht, dat is wat deze stad... Want dat is, volgens mij, wil je een concreet voorbeeld van, misschien moet ik daar eens... Melk en Dadels. Aukje Dekker. Melk en Dadels hoor ik hier. Theatervoorstelling. Dus ik had geleerd toen van dus net die reis naar New York. Toen gingen we dus ook praten eigenlijk met waar daar ook gentrification en al die dingen die dus eigenlijk misgaan. Dat allemaal mensen komen naar New York of allemaal mensen komen naar Amsterdam voor een idee van een stad. En dat is eigenlijk niet meer mogelijk, omdat het te duur is. Er kunnen niet meer. En dan het verschil met Amsterdam is ten opzichte van New York bijvoorbeeld, wat ik dus net leerde, is dat wij hebben wel vanuit de gemeente en vanuit het Rijk invloed. Er wordt dus daar wordt gewoon nul geld erin gestopt om iets te kunnen veranderen. En dat is best wel speciaal dat we hier toch aan de tafel zitten en dat we kunnen zeggen, hé, dit is mis. En dat er ook misschien dus een beetje geld in kan worden gepompt. Rutger, kunstrecent, kunstcriticus, waar heb je voor het laatste... jullie geven geen sterren, hè? Wat me zo te midden schiet is een islamitische avond in het concertgebouw waar ik normaal al heel regelmatig naartoe ga, maar waar ik ineens een heel ander soort en muziek en publiek vond. En een feest daarna, waar alleen maar dacht van god, dat gebeurt dus nu in het centrum, maar dat zou dus inderdaad ook buiten het centrum. Met andere woorden, het Concertgebouworkest zou gewoon ergens anders moeten spelen dan in het Concertgebouw. Het is niet negatief. Dat gaat een keer gebeuren. Let op, want in de Paradiso spelen ook symfonieorkesten. Dus dat komt. Ja. Andere vragen? Ja, achterin zit daar en dan kom ik naar u toe. Tim, kom even voor u langs. Ik hou me vast. Oh ja, vast. Les 1. Top. Ik heb een vraagje. Ik vroeg me af, er wordt de hele avond gesproken over diversiteit / inclusiviteit. En het lijkt dat het voornamelijk eigenlijk gaat over etniciteit in dit geval. Angelo heeft het al vaker gezegd dat er heel veel mensen in Amsterdam al bezig zijn. Vanoush had het eigenlijk ook al een soort van gezegd dat er heel veel professionals bezig zijn rondom waar vanavond over gesproken wordt. Ik ken heel veel jonge makers, jonge gezelschappen, jonge opleidingen van de generatie van nu. Waarom zitten zij eigenlijk niet aan tafel vanavond? Ik moet zeggen dat de mensen die hier zitten trouwens ook mooie dingen maken daarin. Dus hun voorbeelden zullen niet hunzelf zijn, denk ik, omdat ze ook zichzelf niet op de borst willen kloppen. Maar dat maakt het punt niet minder relevant. Ja, waarom hebben jullie geen jongere mensen uitgenodigd? Ja. Waar ligt de grens bij... Hoe ga je dan? Volgens mij is Ayoub niet de alleroudste. Ja, Ayoub is heel jong. Oh. Ja. Maar goed, volgens mij hebben we een aantal mensen uitgenodigd die denk ik ook dit gesprek al vaker gevoerd hebben. En ik denk dat ook de lessen van 20, 30 jaar dit gesprek voeren. Nou ja, en die volgens mij... Zowel Angelo als Vanoush als ik, wij werken met heel veel jonge makers. Heel veel. En ik zei net dat ik cynisch was, en dat ben ik ook. Maar de vreugde zit in werken met mensen die nog fris zijn en denken, ik ga het op een andere manier vertellen. En dat houdt mij in ieder geval fris. Laat ik het zo formuleren. Ja. Was hier ook een vraag / opmerking?
Hallo. Hoi. Mijn naam is Willem en ik studeer aan het Zandberg Instituut. En wij hebben een stukje grond op Zeeburger Eiland met een aantal andere studenten waar wij op mogen werken. En dus kunnen kijken hoe we kunst kunnen laten integreren in de wijk. U heeft het over onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn in wijken buiten het centrum. Kunt u wat concrete voorbeelden geven van plannen, van nieuwe manieren om dit op te zetten? Je kan nadenken over hele grootstedelijke voorzieningen die er nu niet zijn. Over de wijken waar ik het net over had. Maar Eiburg bijvoorbeeld, daar dachten ze na destijds om woningen te bouwen, maar niet. Toen hebben ze niet nagedacht over de culturele voorzieningen. Nou, dat is bijvoorbeeld een van die plekken waar je nu heel veel mogelijkheden hebt tot broedplaatsen. Er is volgens mij maar één broedplaats, Lola zit daar. En er is een bibliotheek. Maar je merkt gewoon, daar wonen heel veel gezinnen. En er is heel weinig op het gebied van kunst en cultuur. Dus ja, ik zou het enorm omarmen als daar ook initiatieven zelf kunnen ontstaan. Ook als makers daar naartoe gaan en zeggen van, nou, ik wil daar dingen ontwikkelen. Dan is dat natuurlijk, het is wel een van de gebieden waarvan ik dan denk, ja, daar kan het een en ander gebeuren. En dan heb ik het daarnaast over natuurlijk Noord en Nieuw-West en Zuidoost. Wat enorme stadsdelen zijn. En een super diverse groep van mensen is die daar al jaren wonen. Daarvan denk ik, ja, daar hebben we echt te weinig gedaan. En daar heb je het ook nodig om echt een gebaar neer te zetten. Dan heb je het echt over grootstedelijke voorzieningen die er gewoon nu niet zijn. Ja. Misschien, Aukje, is Sexyland in dit geval toch ook een interessante. Want dat is een recent voorbeeld van een plek die gemaakt is door jullie. Die hebben jullie op deze manier. Wat is nou de tip of de manier als je zegt, hoe kunnen we op andere plekken in de stad nieuwe. Hoe hebben jullie dat gedaan? Wow, zoveel vragen. Ik kom echt totaal De belangrijkste is, zeg maar, Sexyland. Ja? Jullie hebben dat opgezet, jullie hebben dat gedaan. Als we op andere plekken in de stad zoeken, wat is dan de belangrijkste tip die je kan geven om misschien een plek maar eigen voor te hem maken? Of voor Turia? Voor jonge makers in de stad, ja, die zeggen, er zijn nieuwe plekken in de stad, ik wil daar aan de slag, ik wil nieuwe plekken maken. Ja, wat heb je nodig? Nou jongens, als jullie een leuke nieuwe plek willen maken in de stad, wat je nodig hebt is een horecavergunning, een bestemmingsvergunning, een beetje geld, goede moed. Nou, hartstikke goed. Dan gaan we daarmee aan de slag. Volgens mij is de blueprint daarmee rond. Ik kom naar u toe. Ik heb misschien wel wat. Eenvoudig. Nee, ik zeg, ik heb misschien wel wat. Voel dat uit. Je hebt iets bedacht. Oh, ja. Ik vroeg me af in het kader van het kunst- en cultuurbeleid hoe er gekeken wordt naar opleidingsniveau. Ik zelf werk voor een broedplaats voor mbo afgestudeerde makers. Wij noemen het een broedplaats, maar het kan niet formeel een broedplaats zijn. Omdat er bijvoorbeeld dan wordt gezegd, het zijn geen kunstenaars. Dus wordt er gekeken naar dat grensvlak van hoe opleidingsniveau en hoe de structuren daarvoor ook doorstroom van talent in de stad in de weg kunnen zitten en diversiteit in de weg kunnen zitten. Je wilt eigenlijk, kan het mbo bijvoorbeeld ook onderdeel van het broedplaatsenbeleid zijn, want dat is nu niet. Zeker omdat ik denk dat je een hele diverse laag aan makers daarmee ook tegenhoudt. Ja, ja. Nee, daar kijken we zeker naar. We zien ook gewoon dat mbo soms een eindopleiding is, vierdejaars. Dat daar heel veel nieuw repertoire gemaakt wordt. En dat heel veel van die generatie zich helemaal niet herkent in de hogere opleiding. Dus dat mbo juist het kweekvijver is voor talent van de toekomst. Dus wij gaan daar zeker naar kijken in het nieuwe beroepplaatsenbeleid sowieso. Nemen we dat mee. Maar ik denk dat zij zeker een belangrijke basis gaan leggen ook voor dit kunstplan. Ja. Ja. Dus dank voor de vraag. Ja. Laatste vraag misschien. Ja. Alle vragen komen helemaal aan het eind van de gang de hele tijd. Dat is misschien. Dat geeft niet. Oh, sorry. Ja. Ik vroeg me af, ik weet niet precies wie dat beslist. Maar als je het hebt over spreiding in de stad, waarom bijvoorbeeld de Uitmarkt nu weer op het Museumplein is? Ja, want hij was eerst weer op een andere plek. Is die een keer bij het marineterrein is die geweest? Ja, en nu, die zit bij het marineterrein. Laatste keer bij het marineterrein.
Ja, we beslissen dat met z'n allen. Ik ben ook maar dienend aan de stad. Maar zou het niet goed zijn om een keer in Zuidoost de uitmarkt? Ja, dat is wel een van de dingen die al afgelopen jaren wordt genoemd. Het moet natuurlijk wel draagvlak zijn. De vraag is of... jullie kunnen nog naar binnen. Ik zie Lucas en Ahmed. Ja, ja hoor, kom gezellig naar binnen. We zijn bijna aan het afronden, maar... nee, dus ik heb... de vraag is of Zuidoost erop zit te wachten. Dat is ja, één. Ja, willen ze dat? Volgens mij zijn ze al 5 jaar aan het kijken of het mogelijk is. Ja. Dus, nou, daar ga je. Kijk, als mensen dat willen, als de organisatie het wil, als de stad het wil... Ja. Dan is het iets waar we het dan over moeten hebben om dat te doen. En volgens mij is het wel een van de ambities die er al heel lang liggen. Maar je kan niet een organisatie dwingen om dat te doen. Er moet echt ook... Daar staat dan vaak iets tegenover. Samenwerking die de uitmarkt doet natuurlijk met bedrijven. En de kosten die daarbij komen kijken. Dus het is wel iets wat gewoon in gesprek gaat. Maar het is wel iets wat wij al een tijdje op de agenda ja, hebben dus staan. In beginsel dus jij zegt, Ellen zegt, want ik ken Ellen. Die werkt bij het scheepvaart. Nee, dus ja. Ik dacht bij de uitmarkt. Nee, ze wilde vanaf, denk ik. Maar ik denk... het kan, maar ik vind niet dat we het maar moeten doen... omdat wij het leuk vinden, maar wil Zuidoost het ook. Ja, ja. Misschien tot slot, ik durf even niet naar Aukje om te vragen wat belangrijke lessen zijn. Want dat zijn dan zo'n gigantische vraag misschien. Maar als we toch even het rijtje afgaan, we gaan zo naar buiten. Dit gesprek is al veel vaker gevoerd. En dus misschien Jared, dat jij alvast, ik kom bij jou als ene laatste even kan nadenken okay. Hoe we dat... Rutger, de komende 4 jaar, het kunstplan komt eraan. Wat vind jij nou belangrijk dat de gemeente daarin meeneemt? Zeg maar, dit is een van de laatste momenten misschien om nog iets mee te geven. Nee. Kunstplan is nog niet af. Nee. Dus het kan nog. Dus het kan nog, ja. Nee, ja, maar moet ik echt even op de afdeling beeldende kunst toch? Want ja. Dat is mijn expertise. Ik denk dat de gemeente veel beter moet luisteren naar datgene wat er uit de kunstwereld in Amsterdam, de beeldende kunstwereld, echt naar voren komt. Dus als het gaat om broedplaatsen of om nieuwe panden of om vergunningen, op welke manier dan ook, om daar... Gewoon heel ruimhartig in en niet van tevoren te veel te gaan denken van dit moeten wij en diversiteit van bovenaf gelegd. Nee, die hang naar diversiteit, die is er al lang. Dat het niet naar boven is gekomen, komt omdat er toch misschien meer, niet echt wordt tegengewerkt door de politiek, hè, maar niet goed op maat wordt gefaciliteerd. Dus ik denk dat je veel beter moet luisteren. Laten we wel weten wat er aan diversiteit en inclusiviteit gebeurt. Wij zijn bezig om daar ook een onderzoek naar te doen. En dat gaat dus veel verder dan alleen maar andere culturen als producent. Maar ook nota bene blinden in een museum. En meer rolstoel en op geur. En gewoon echt een hele ander soort museum krijg je. Als je gaat kijken naar producenten en op het bezoek. Als dat allemaal gaande is, dat is al lang gaande. Ja. Dan moet je daar naar luisteren. En nou, op maat moet je daarin. Oké. Okay. Ja. Afstemmen. Dekker? Toevoeging? Oh, daar ben ik het wel echt hartstikke mee eens. En ik denk dat dat eigenlijk heel veel dingen die hier gezegd zijn, daar ben ik het ook echt mee eens. Dat er is een hele bijzondere verschuiving gaande. En daarin moet je dus inderdaad niet volgens een bepaald soort richtlijn een beetje de dingen aftikken, maar gewoon kijken wat er is. En daar moet je dan niet tegen zitten, maar mee zitten. En ook niet geen woorden, maar daden. Weet je? Dus het ook uiteindelijk echt... Toch iets Rotterdams erin. Ja, toch een beetje Rotterdam erin. En 0-10. Angelo? Ik zou zeggen, als de diversiteitskwestie een bloem zou zijn die 6 jaar nodig heeft om te bloeien, en jij hebt maar 4 jaar dat je het voor het zeggen hebt, dan zou het toch het stokje overgedragen moeten worden ook aan de andere partij, ongeacht zijn politieke kleur, om ermee verder te gaan, omdat we het willen. Want ik denk dat in 4 jaar tijd het mooie handelingen zijn, een mooie geste is wat een wethouder zou kunnen doen. Maar ik denk dat de kwestie al zo lang loopt dat er meer dan 4 jaar voor nodig is om daadwerkelijk wortels te laten schieten. Ja. En dan moet de stad Amsterdam, en zeker zij die het regeren, die moet er goed over nadenken. Gaat het over mijn politieke voorkeur of gaat het over wat de stad nodig heeft? Jared? Helemaal speechless.
Nee, ik denk dat, dat het goed zou zijn om... en dat moet niet ten koste van iemand of iets gaan... maar het zou goed zijn om radicaal te breken... en proberen jonge kunstenaars en collectieven en andere initiatieven... op een gestructureerde manier de ruimte te geven... waar echt over een lijn wordt nagedacht en niet over het moment. En, want als je dan begint, dan moet het na 4 jaar door kunnen. En niet dat je... En ik wilde nog iets anders zeggen. Wij zitten hier omdat wij de tokens zijn, snap je? Als je het maar lang genoeg doet, dan heb je een soort, dan heb je de taal en dan snappen ze je en dan word je serieus genomen. En daarom zitten wij hier. Ik hoop dat jij heel snel hier zit en dat ik daar zit. Nou, spreken we bij deze af. Ja. Tot slot, Touria, we hebben nu 2 uur dit een beetje op gang gebracht, hoop ik. Nou, het is al op gang, maar in ieder geval daarin verder gegaan. Een aantal dingen gezegd. Ook voorbij die 4 jaar moet dat iets zijn wat draagvlak krijgt. Wat over 1 politieke termijn misschien heen gaat. Wat is het belangrijkste wat jij hiervan meeneemt? Of de belangrijkste gedachte die bij jou blijft hangen? Ja. Nou, ik denk wat Angelo en Jared net zeiden, dat je eigenlijk een grid moet bouwen, waardoor de volgende college eigenlijk niks anders kan dan dat voor verder over te nemen. Dus je bouwt eigenlijk een structuur waar de volgende, als je ook al zelf niet meer aan het roer zit, dat het dan toch door kan gaan. En daar moet je dus heel goed over nadenken. Dus dat zijn tips die ik zeker meeneem. Dus dat betekent ook dat je nadenkt niet over, na 4 jaar kun je het gewoon het roer weer omgooien. Dus ik denk dat ik daar heel goed over na ga denken. Hoe je dat zou kunnen doen. Dat is natuurlijk wel iets waar ik zelf al van tevoren ook even over nagedacht. Hoe kan je nou iets een langere termijn visie over de stad? En ik denk ook dat je vooral moet kijken over de gehele stad. Wat heeft die stad nodig? Waar gaan we naartoe? Kunnen we elkaar juist steeds meer vinden? In plaats van dat we nog meer uit elkaar groeien. Want het diversiteitsverhaal is een noodzaak die we natuurlijk al jaren voelen. Maar die moeten we nu ook letterlijk gaan implementeren in echt handelen, in daden, zoals ze daar in Rotterdam zeggen. Dus dat je echt daar tools geeft hoe je dat dan vervolgens echt kan sturen en duwen. En ik heb daar enorm vertrouwen in. Ik vind het wel belangrijk nog te benoemen dat ik zo verschillende dingen heb gehoord. Dat het niet zozeer gaat over de grote instelling voor de kleine instelling. Het gaat ook over experimenten. Het gaat ook over durven falen. Het gaat over producties waar we te weinig tijd voor hebben om die nieuwe verhalen te faciliteren. Het gaat ook over een hele generatie die wel al 2 verdienen, heel veel geld verdient, maar zegt, maar ik weet eigenlijk niet waar. Ik voel me helemaal niet geroepen om naar die podia te gaan. Waar kan ik nou naartoe? Er is geen plek voor mij, maar ik heb wel een goed gevulde portemonnee en een huis gekocht daar. Maar ik voel niet dat het voor mij iets gemaakt wordt. Die generatie praten we niet over. Die is er ook gewoon. En daarom denk ik, er zijn verschillende onderwerpen. Je hebt het ook over echt onrechtvaardige een hele generatie kinderen die geen toegang heeft. Dat is weer een ander onderwerp. En dan heb je het over producties die we in plek moeten krijgen. Dus ik heb veel dingen gehoord. En de vraag is, hoe ga ik dat nu in het kunstenplan vormgeven? En dat betekent dat iedereen lekker aan het werk moet. Ik heb daar zin in. Dus je moet snel de zaal uit en aan de slag. Nou, eerst een drankje doen misschien. Ga ik doen. Maar het maakt enorm benieuwd naar wat er gaat komen. En wat dan ook... Die mentaliteit misschien die u in de stad probeert te veranderen... of in ieder geval op gang verder probeert te helpen, wat daar de uitkomst van is. Ja. Ik wil voor nu heel hartelijk danken ons panel. Rutger Ponsen, Aukje Dekker, Angela Bromet en Jared Francisco. Geef ze een warm applaus. Matsi Hoetak en Joep Dargesh. En natuurlijk de wethouder van vanavond, Touria Meliani. Geef ze een warm applaus. Dank je wel. Volgende maand op 25 mei komt wethouder Udo Kok. Want dit is allemaal heel leuk. Hele mooie plannen, maar ze moeten ook wel betaald worden. En als er iemand is die over de centen gaat in Amsterdam... Nou, samen. Dan is samen, maar Udo Kok is toch ook wel degene die de voorjaarsnota presenteert. Dat is ook wel een belangrijke daarin. Dus we gaan het dan met hem daarover hebben. Ik hoop u daar ook te zien en voor nu hoop ik u nog aan de bar te zien. Fijne avond, dank jullie wel.